in de Bali. Mijn naam is Joeri Albrecht, ben directeur van de Bali. En het is me buitengewoon groot genoegen om dit programma aan te kondigen. Programma naar aanleiding van het boek van Marie de Gaaij Fortman. Wij kennen elkaar al jaren. We hebben 9,5 jaar samen gezeten in de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum. En ik denk dat wij de jongste raad van toezicht van een belangrijke culturele instelling ooit waren. De jongste en met de meeste vrouwen daarin. Rijkman Groenink had hem samengesteld op verzoek van Hanna Belliot. En in weerwil van zijn reputatie, want niets is wat het lijkt, had Rijkman Groenink de jongste en meest vrouwelijke raad van toezicht ooit samengesteld die er was. En Marie was daar de meest bekwame, de meest ervaren en de meest grote houtdegen van de hele raad. Ik heb veel van haar geleerd in 9,5 jaar hoe je bestuurt. Dat was denk ik het begin van een zeer succesvolle bestuurlijke carrière die geleid heeft naar het hoogtepunt vanavond, waarin zij heel Nederland te kennen geeft dat het hoog tijd wordt dat er meer Marie de Gaaij Fortmans in het bestuur van het land en van de instellingen van het land terechtkomen. En ik denk dat dat geheel terecht is. Ik denk dat we in Nederland al heel erg veel te lang de helft van de bevolking buiten de deur houden. Tenminste een groot gedeelte van de helft van de bevolking. Dus ik ben blij dat we hier vanavond over hebben. En ik ben ontzettend blij dat we dit vanavond doen, dat we dit bespreken en dat we dat kunnen overlaten aan Chris Keijne, een van de beste stemmen op de Nederlandse radio. Hartelijk dank, Chris, voor het leiden van deze avond. Met alle plezier. Dames en heren, familie en vrienden van Marie. Marie? Goedenavond, mijn naam is dus Chris Keijne. Toen Marie mij een week of 4 geleden belde en vroeg of ik deze avond wilde begeleiden. Toen, nog voordat zich echt een gedachte kon ontwikkelen, wist ik al dat ik ja ging zeggen. Ik denk niet dat er iemand is in de zaal die die ervaring ook heeft. Marie belt je op en vraagt of je iets kan doen. En nog voordat überhaupt het idee aan nee bovenkomt, heb je al ja gezegd. Nou, zo ging dat. Na het lezen van het boek Verdrink geen dode eend, dat we hier vanavond dus ten doop houden, heb ik me afgevraagd wat die reactie nou precies zegt over Marie. Wij kennen elkaar inmiddels ook al ruim 10 jaar, denk ik, waarvan we een kleine 8 samen in het bestuur van het John Adams Instituut hebben gezeten. Marie als voorzitter en ik als duvelstoejager. En ik moet zeggen dat van de 2 kernbegrippen waarmee het boek opent, doeltreffendheid en beminnelijkheid, door Marie gecombineerd tot beminnelijke doeltreffendheid, die zij graag meer zou zien toegepast in de boardroom, daar komen we over te spreken, maar dat het toch in eerste instantie wel de doeltreffendheid was die het meest in het oog liep toen ik Marie leerde kennen. Tjonge, wat een powertype, dacht ik. En pas toen ik van die eerste toch vrij overrompelende indruk bekomen was, begon ik ook steeds vaker de beminnelijkheid te zien. En daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Over dat begrip beminnelijke doeltreffendheid op zich, maar ook over hoe je die twee combineert. Vooral ook hoe je als sterker doortastende vrouw jezelf zodanig presenteert dat die mannen zich niet meteen het schompen schrikken. Hoe je ook bewust en soms contra-intuïtief die beminnelijkheid moet cultiveren. En dat geldt dan weer niet alleen voor vrouwen in de boardroom natuurlijk. Nou, over dat soort vragen gaan we het allemaal hebben vanavond met een uitgelezen panel dat ik alvast heel even kort aan u voorstel. Ze zitten hier. Mirjam de Bleekoer is partner bij advocatenkantoor Baker McKenzie en nog veel meer, maar dat vertel ik u straks. Jet Bussemaker was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het voorlaatste kabinet en ook nog veel meer waar ik u straks meer over ga vertellen. En Bernard Wintjes is oud-voorzitter van VNO, NCW en al die andere dingen die ik ook straks ga vertellen. Niet alleen gaan we met hen bespreken hoe beminnelijk dan wel doeltreffend zij zijn geweest in hun carrières en hoe het er eigenlijk aan toe gaat in de bestuurskamer, maar we gaan vooral ook onderzoeken hoe die beminnelijke doeltreffendheid ingezet kan worden om te bereiken wat Marie vooral beoogt met haar boek. Meer diversiteit in het bedrijven, maar vooral ook in de top. Hoe het daar op dit moment mee staat, wordt ons zometeen eerst toegelicht door Wieteke Graven. Ook daar, ja. Partner bij McKinsey & Company en co-auteur van McKinsey's Women Matter and Power of Parity rapporten. Maar om nog heel even terug te komen op die vraag die bij me opkwam. Waarom had ik al ja gezegd op Marie's verzoek voor ik erover kon nadenken? Uiteindelijk kan je het denk ik niet beter omschrijven dan Marie het zelf in haar boek doet. Die combinatie van doortastende doelgerichtheid
en een buitengewoon beminnelijk mens zijn, die al inwerkte op mijn reptiele brein voor de vraag überhaupt mijn cortex bereikt had. En dan moet ik constateren dat Marie grote stappen heeft gezet de afgelopen jaren. Want in die bestuurskamer van het John Adams Instituut heb ik zelf gezien hoe in de loop der jaren die eerste indruk van een uiterste en misschien zelfs wel een beetje angstaanjagende doeltreffendheid toch steeds meer openlijk gecombineerd werd ook met beminnelijkheid. Beminnelijkheid waarvan ik denk ook dat Marie het zich in de loop der jaren, los van het nut ervan, ook steeds meer is gaan toestaan om die te laten zien en in te zetten. Omdat ze groeide, maar vast ook omdat ze door schade en schande, wanneer ze weer eens te fors uit haar slof was gesloten, heeft geleerd. Nou, van dat persoonlijke proces van Marie gaan wij hopelijk vanavond allemaal leren. Ik ga daar zo meteen in ieder geval het een en ander over vragen. Maar eerst hebben we een filmpje dat ze u graag wil laten zien. Ja, dat kan wel wat uitleg hebben.
Ze groeide deels op in Afrika. Ze heeft twee generaties politici voor zich in de mannelijke lijn. Studeerde rechten aan de VU. Werkt sinds 1988 voor advocatenkantoor Houthof Buruma, waar ze nu partner is, maar ook enige tijd managing partner was. Ze is commissaris bij de Nederlandse Bank en bij KLM. En verder heeft ze zoveel nevenfuncties dat ik ze hier verder niet op ga noemen. Overigens weet dat u hier een hele uitgelezen selectie bent vanavond uit de inner circle van Marie. In de voorbereiding van deze avond liet ze op een gegeven moment aan de balie weten dat ze ook nog wel graag wat mensen uit haar netwerk wilde uitnodigen. Maar toen zei ze, Marie, het is al vol. Dus u zit echt heel dicht rond Marie vanavond. We zijn en de arena was niet meer beschikbaar. Maar goed, wat wil dat filmpje? Dames en heren, Marie de Gij Voortman. Ja, ja. Ja, Marie, wat wil dat filmpje? Vertel. Die eend is aan het eind behoorlijk dood, dat begrijp ik. Maar, Ja, je gaat er zelf ook aan als je er te veel aandacht aan besteedt. Aan die negatieve situaties. Want uiteindelijk bereik je dus niet het doel waar je mee bezig was. Dus het is een hele plastische manier. Misschien zou die nu ook niet door de dierenbescherming meer. Het is een oud filmpje. Maar het is wel heel effectief om te laten zien dat als je je laat afleiden en in zodanige mate laat afleiden, dat je dan toch niet de focus hebt die je moet hebben en dan niet je doel bereikt uiteindelijk. Dus daar gaat het om. Ja, en daar gaat je boek ook over. En hier ga je dan natuurlijk wel behoorlijk aan ook, hè, in dat filmpje. Dan. In dit filmpje wel, ja. Ik hoop in de boardroom niet, maar daar komen we over te spreken. Wanneer drong zich bij jou de gedachte van verzopen eend, wat is het, verdrink geen dode eend, wanneer drong zich die op? Eigenlijk wel in mijn bestuurstijd bij Houthof. Dus dat was periode van 2001-2007. Toen was ik samen met Michiel Wesseling, managing partner van Houthof, Buruma toen. En toen had je vaak dat je beslissingen moest nemen en je hebt een maatschap of een partnership met toen denk ik iets van 65 partners. En die moeten dan soms overal over eens zijn. En wat ik eigenlijk door dat verdrink geen dode eend leerde is dat het toch wel op een gegeven moment genoeg is. Ik dacht dat ik ze alle 65 moest overhalen om bijvoorbeeld een huisvestingsbeslissing te nemen. Maar dan waren er een aantal partners die om gewoon best ook wel oké redenen konden zeggen wij willen hier niet mee meegaan. Maar ik dacht altijd dat ik tot het gaatje moest gaan om die mee te krijgen. En dan zei Marnix, Aarts, hier ook aanwezig, die zei dan in de kamer naast me, Marie, verdrink geen dode eend. En dat was gewoon genoeg. Dan hobbelde ik ook weer heel erg goed gemutst naar mijn kamer. En dacht ik, oh ja, weet je wel, dus laat iemand ook in zijn waarde. Als iemand echt bepaalde dingen niet in mee wil, nou, je hoopt wel dat je de rest meekrijgt. En dat was dan ook vaak zo. Maar dan kon je ook, dan ging ik me ook verdiepen waarom iemand echt niet wilde. En dan kon ik dat ook met rust laten. En kon ik er ook een beter gesprek over voeren. Ja. In plaats van denken dat ik iedereen maar over die streep moest trekken. Ja. En dat was dus eigenlijk de eerste stap. Dat je begreep, besteed geen energie aan dingen die je niet kan winnen of waar je niks aan kan veranderen. Maar blijf je richten. Hè? Wat je in je boek ook zegt, ga voor een yes. Hou je ogen op de bal. Het tweede begrip wat je introduceert is die beminnelijke doeltreffendheid. Wanneer begon je te beseffen? Hoe kwam je eigenlijk binnen? Je kwam, ja, ik heb er net zelf wat over gezegd, dus je kan het niet meer ontkennen. Maar volgens mij kwam je vooral doeltreffend binnen, of niet? Dat zal best. Ik was 22 jaar, dus ik was best wel heel erg jong. En de reden jongens in die tijd hadden nog dienstplicht. Dus ik was echt heel erg jong. En ze vonden het fascinerend. Ze hadden me eigenlijk alleen maar volgens mij uitgenodigd omdat ze gefascineerd waren hoe iemand van 22 jaar toch al de advocatuur in wilde. En het enige wat ik me herinner is een vraag van een van de partners van of ik tegen mijn verlies kon. En toen weet ik ook nog dat ik heb geantwoord, want ik heb veel met mijn vader ook geschaakt en ik schaakte ook bij een schaakclub, is dat je dan de tijd hebt. En dat ik zei dat ik de enige manier, omdat ik wist dat ik niet van mijn vader goed kon winnen, dat ik dan met de klok ging sjoemelen. Want dan zat hij zo geconcentreerd op de stelling. En dan moest je dat heel subtiel doen, dat hij dan toch echt sneller moest schaken, omdat hij dacht, hé, ik ga door mijn tijd heen. En zo kon ik van mijn vader winnen. Klinkt redelijk doeltreffend. Maar ik kon, ja, niet zo heel erg beminnelijk, eerlijk gezegd.
Nee, maar waar komt het uit voort? Ja, laten we beginnen bij die doeltreffendheid. Je schrijft in je boek ook veel over je jeugd. Om te beginnen over je jeugd in Afrika, maar ook over de bende van West-Ermelo, waar je deel van uitmaakte. En dat je toch vooral veel. Ja. Dat je toch vooral veel met jongens optrok. Je noemt jezelf een tomboy. Speelt dat een rol in die aanvankelijke doeltreffendheid en in je eerste werkhouding, zal ik maar zeggen? Nou, ik denk wel dat ik absoluut, doordat ik met jongens veel optrok, wel in ieder geval oog in oog durfde te staan met mensen. En daarmee ook wel een soort krachtmeting kon doen. Die gewoon puur bijna wat jongens doen in die leeftijd. En wat ik ook mijn jongste zoon Nicolaas zie doen, die is gewoon puur fysiek. En nou, ik zal maar niet verder vertellen, hè, Nicolaas, maar dat is... Je zo wat vragen, Nicolaas, hoor, dus daar krijg je alle gelegenheid om. Ja, en dat is... Verbaal terug te smaken. Ja, en dat is misschien wel iets van die onverschrokkenheid die je later ook wel nodig hebt, dat je gewoon geen angst voelt. Maar ik denk dat ik vooral heb geleerd door veel met jongens op te trekken, hoe goed ze en hoeveel brotherhood er is en hoe goed ze met elkaar kunnen bonden en hoe goed ze het ook met elkaar kunnen hebben. En dus ik voor mij... En dat merk ik ook nog steeds, dat er ook nog steeds heel veel mannen zijn met wie ik hele grote maatjes ben. Maar betekent dat ook dat je dat minder bij meisjes zag? Of dat je het zelf minder had? Eigenlijk wel. Ja? Dus dat ik nu heel erg veel vriendinnen heb, is eigenlijk iets wat echt later is. Veel sisterhood hier. En begonnen met mijn soul sister Mirjam de Blecour, ook in de advocatuur. Maar ik kon eigenlijk helemaal niet goed samenwerken met meisjes en met vrouwen. En dat is wel echt stukken beter geworden, ja. Ja. Je hebt ook vechtsport gedaan, hè? Je hebt op judo gezeten. Je schrijft ook ergens in het boek dat toen je misschien de beminnelijke doeltreffendheid nog niet helemaal onder de knie had, dat je dan af en toe je judo-blik wel eens opzette. Ja. Kan je de zaal even je judo-blik geven? Dat is een beetje ingewikkeld. Ik kon ook Willem Pina doen van André van Duin. Dat ga ik je niet vragen. Dat zou ik me ook maar niet vragen te doen. Maar dat kon ik allemaal. Ja. Maar ik heb wel. Het was eigenlijk. Een judoblik is vooral dat je iemand opzoekt in zijn blik. En als iemand dan wegkijkt, het is meer dat je iemand echt recht aankijkt. En dat heb je ook in de boardroom. Dan kijk je gewoon iemand recht aan. En dan, als iemand dan wegkijkt, dan weet je genoeg. Dan weet je, die heb ik in mijn zak zitten. Dus dat wist je dus ook met judo, met een wedstrijd, dat als iemand dan wegkeek, dan was het echt een kwestie van tijd om hem in een bepaalde worp op zijn eigen kracht te laten vallen. Dat was echt een kwestie van tijd. En daar beslist de wedstrijd zich eigenlijk al mee dan. Ja. En dat is natuurlijk, kijk, er zijn ook genoeg mensen die je dan blijven aankijken. En dan, ja, dan is het ook een kunst om dan op een gegeven moment gewoon te lachen, maar wel te blijven aankijken. En dus het is wel, er zit altijd wel iets, en we weten het allemaal, 80% is non-verbale communicatie. Ja. En ik denk dat door judo ik ongelooflijk heb geleerd dat dat ook echt zo is. Ja. En hoe kwam je het bedrijf binnen? Was je toen al bewust van een soort achterstand? Dat je dacht, hey, als meisje moet ik twee keer zo hard lopen? Of ja, we laten ondertussen wat foto's zien verder. Niet met het gesprek te maken hebben, want anders moet ik de hele tijd omkijken. Maar naast me. Okay. Dus dit was de verbouwing bij Houthoffel aan de Zuidas. Kwam je al binnen met het idee, ik zal als vrouw hier harder moeten lopen? Of was dat een soort bewustzijn wat zich daar ontwikkelde? Of is het niet zo? Nee, dat is eigenlijk nooit echt zo geweest. Dat heeft wel ook heel veel te maken met de cultuur bij Houthof. Ik heb vaker ook gezegd in die periode dat ik geen macho-cultuur bij Houthof heb ervaren. Ook al was ook het partnership daar meer mannen dan vrouwen. En dat is nog steeds zo. Er zijn niet meer dan 20% partners, vrouwelijke partners bij Houthof. Maar het is zo dat ik daar niet heb ervaren dat je niet serieus werd genomen. Dat komt ook omdat de advocaat een beroep is waar je ongelooflijk die inhoudelijkheid in moet. En ongelooflijk moet laten zien wat je gewoon kan. Gewoon inhoudelijk kan. En ik heb een bijzondere gelijkwaardigheid altijd daarin ervaren. Ja. Dus in dat opzicht is mijn loopbaan heel gemakkelijk geweest bij Houthof. En wat was je doel? Besloot je
om een hele goede advocaat te gaan worden? Of besloot je ook om een hele goede advocaat te worden en als goede advocaat in de top van het bedrijf terecht te komen? Was dat meteen een uitgangspunt? Nee, helemaal niet. Ik wilde een hele goede advocaat worden. Dus in dat opzicht, ik ben, en mensen zien mij als heel ambitieus, maar in dat opzicht kijk ik niet heel erg ver vooruit. Nee. Dus ik was echt ongelooflijk blij mee met het vak van advocaat. En dat ben ik ook nog steeds in hart en nieren. En dat brengt ook ergens voor gaan staan. En daar, ik weet nog dat ik je kreeg toevoegingen. En ik kreeg als eerste toevoeging een echtscheidingszaak moest ik doen. En toen kreeg ik de vrouw toebedeeld. En de man was nog niet aan iemand toebedeeld. En toen dacht ik, oh, ik heb nog een vriendje in de beroepsopleiding. En dus veel handiger dat hij dat doet. Want kunnen we samen even die echtscheiding regelen. En toen zijn we ook gewoon samen naar dat huis gegaan. Hebben we samen die dingen verdeeld. En dat is eigenlijk zoals het echt helemaal niet hoort. En het is niet zozeer dat het tegen de gedragsregels in is. Maar ja, om nou even gewoon. En die mensen vonden dat dus heel prima en prettig. En ik was ook heel snel was die echtscheiding gewoon geregeld. Ja. Maar dat was eigenlijk totaal niet volgens de regelen van het echtscheidingsrecht. Maar ik heb het gewoon gedaan. Ja. Toen. Je zegt, het was helemaal geen verkeerde bedrijfscultuur bij daarbij houden. Nee. Dus daar had ik geen last van. Toch vertel je over, nou, laten we zeggen, je toch naar de top. Je beschrijft in het boek een scène waarin je een gesprek hebt over een mogelijk partnerschap van jou. En de hoger geplaatste waar je mee spreekt, een man, die vraagt als eerste, zeg Marie, hoeveel kinderen dacht je eigenlijk te krijgen? Ja, dat was wel echt dat ik dacht van wow. Dat vond ik echt. Want ik dacht echt een inhoudelijk gesprek daar te gaan voeren. En hij stelde die vraag. En toen dacht ik van nu kun je twee dingen doen. Of echt zeggen van nou, dat lijkt me een beetje een rare vraag. Of daar dus echt op ingaan. Maar ik dacht, ik wil, en dat is dus getting to yes, dat je focus houdt. Dat ik dacht van, ja, het is evident dat dat niet kan. En het is zo evident dat je beter er echt gewoon dat op dat moment kan negeren. Omdat je echt het doel is dat ik met die man een gesprek wilde voeren. Omdat ik ook wist dat hij een rol zou spelen in mijn wel of niet benoeming. Dus ik wilde met hem ook dat contact hebben. Dus toen heb ik het inderdaad gepareerd door een wedervraag te stellen. En te zeggen van hoeveel kinderen wil jij eigenlijk nog? Ja. En keek die weg? Toen zat hij wat van, weet je wel, oh ja, ik heb nu twee kinderen en misschien komt er nog wel een derde. En dus toen was het natuurlijk, voelde zich heel ongemakkelijk en toen kwam er iemand binnen met koffie of thee, weet ik veel. En toen zijn we gewoon heel snel overgegaan daarop. En ik heb die vraag dus gewoon niet beantwoord. Nee. En later dacht ik van, nou ja, je kunt het soms nog beminnelijker oplossen. Maar dit was in ieder geval wel een manier om niet je te laten afleiden. Want op het moment dat iemand zoiets zegt waarvan we allemaal weten dat het echt niet kan, dan is iemand eigenlijk een dode eend. Dat is, dan doet er niet meer toe. En daardoor kan je ook gewoon heel goed en heel snel nadenken wat je echt wil. Maar goed, dit deed je goed. Hoeveel dode eenden heb je verzopen en wat was de doodste? Nou, dat kun je beter aan de mensen om me heen vragen. Zijn er hier genoeg in de zaal die dat... Ja, maar je geeft wel wat voorbeelden. Welke dode eenden ik zelf heb verzopen. Nou ja, sowieso vond mijn jeugdvriendin en nog steeds hele goede vriendin Martine het echt gewoon raar dat ik op een hockeyveld, terwijl ik 10 mensen om me heen had, riep van ik hier de bal hier. Ja, dat is natuurlijk, en dan ook heel vaak. Dus dat zijn wel situaties. En wat ik ook een dooie eend situatie vond, is dat ik gewoon een van de mensen uit mijn team is wel al een tijd geleden. Ik heb mijn team hier ook in de zaal zitten. Heel fijn team die voor mij werkt en met mij samenwerkt. En maar dat ik een keer één iemand, was een cliënt niet tevreden over de prestaties van een van mijn mensen. En toen ben ik op de opening van de deur, van de deuropening, ben ik gewoon echt gewoon een publieke aframmeling gaan geven aan die advocaat. En
Waardoor ook de hele gang kon meegenieten. En nou ja, dat is echt, dan ben je echt een totale door je eend. Ja. Want dat kan gewoon echt niet. En het, wat je ook maar ziet, wat, is wat, dat je wat, dan... Wat is daar zo schadelijk aan? Nou, dat, bedoel, dat, het is heel onprettig natuurlijk. Maar... Het is, het, kijk, je kunt natuurlijk best wel met iemand bespreken van gaat het wel of niet goed. Maar je kunt niet op die manier met mensen omgaan. En op dat moment heeft iemand ook een terechtpunt tegen jou. Dat is namelijk de dode eend. Hmm. Op het moment, en dan ben je, word je ook afhankelijk van die ander, hoe die dat vervolgens jou wel of niet vergeeft. Hmm. Ik bedoel, ik heb ook wel eens naar Michiel Wesseling en ook naar Marnix Aert hier, heb ik allebei wel eens een tijdschrift naar hun hoofd gegooid. Omdat ik niet eens was met de discussie. Omdat ik dacht echt van, nou ja, dit is gewoon duidelijk, toch? En dan riep ik wel eens tegen Michiel van, nou, think big. En dan vervolgens, weet je wel, waarom gaan we die stap nou niet zetten? Ja. En dan, nou ja, Marnix ving het tijdschrift dan behendig op en zei dan tegen mij van, dat maakt de feiten nog niet anders, Marie. En dat was dan, dan ben je inderdaad op dat moment een door je eend. Ja, ja. En die beminnelijkheid, heb je dat dan langzaam zelf ontdekt, hoe belangrijk het is? Heb je daar een goeroe bij gehad? Hoe is dat erin geslopen? Nou ja, weet je, het is wel zo dat ik wel iets in me heb dat ik heel erg mezelf kan spiegelen. Dus ik kan wel echt nadenken van, nou, dit is dan... Dus ik heb wel een soort leermoment en dus probeer ik de volgende keer wel anders en effectiever te zijn. Hm. En ik heb niet echt een coach of een guru daarin gehad. Ik ben ook van huis uit altijd goed gespiegeld door mijn ouders. Ook door mijn ex-man, Evert ook. Die was ook heel goed in om me te spiegelen. En dat houd je ook met beide benen op de grond. En de kinderen hier, met alle vier aanwezig, die spiegelen me ook dagelijks. Dus... dus, dan, ja. Dus dat is denk ik wel goed. En, dus ik heb wel iets dat ik dat wel graag om me heen verzamel, tegenspraak. Ja. Dus niet alleen zakelijk, maar ook wel privé. Is er te weinig van die beminnelijke doeltreffendheid in de boardroom? Absoluut. En ik vind dat dus ook... Kijk, enerzijds is het heel makkelijk als je met mensen met gelijkgestemden... dan kom je ook snel op je doel af. Maar de samenleving is complex. Ondernemingen zijn complex. Ondernemingen verlangen ook bepaalde oplossingen die innovatief moeten zijn. En dan moet je ook, denk ik, juist je tegenspraak willen organiseren in die boardroom. En moet je juist zorgen dat er niet alleen maar witte mannen zitten die gewoon een beslissing willen nemen. En denken van, hé, dat doen we toch goed met elkaar. Het is niet zo dat ze het niet goed doen per se. Of dat ze het niet met goede intenties doen. Maar je mist een hele stuk van de buitenwereld die veel diverser is. Je klanten zijn veel diverser vaak. En ook er zijn, en daarom is het gewoon echt heel erg belangrijk om dat wel te organiseren, om te weten wat er leeft, voordat er iets gebeurt en je denkt, hé, nou heb ik wel echt een halve eeuw gemist. Ja. En dat kunnen we ons gewoon nu niet meer veroorloven. Het is een tijd waar dingen, waar ontwikkelingen heel snel gaan. We spreken ook van disruptie. He, dus disruptieve maatschappij. En ondernemingen kunnen zomaar van het een op het andere moment echt in grote problemen komen. En daarmee is het wel belangrijk dat je diversiteit dus wel echt organiseert in de top. En dan gaat het niet alleen om vrouwen. Gaat het ook om mensen met een andere etnische achtergrond. Maar ook om jonge mensen. Dus, om veel, dus niet alleen mensen van een zekere leeftijd. Maar nou ja, van allerlei. Ja, en als je dat organiseert, zijn al die groepen dan even belangrijk? Of heeft vooralsnog de helft vrouwen in de boardroom toch prioriteit? Absoluut, dat laatste. Want wij zijn de grootste minderheid als vrouwen. En ik zeg ook van we moeten ons ook niet laten uitspelen. Want het is ongelooflijk belangrijk dat er dat ook andere vormen van diversiteit in die boardroom komen. Maar dat is altijd eens een van de dooddoeners. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Er zijn heel veel dooddoeners die er zijn. Namelijk ook natuurlijk dat vrouwen zelf ook bepaalde dingen kunnen doen. Zoals beter zichtbaar maken of kenbaar maken wat je wil. Of taal is ook een belangrijke. Maar uiteindelijk kun je het niet altijd leggen bij een ander. Maar moet je het gewoon regelen. We vinden dit belangrijk. Er is in de politiek gezegd dat dit belangrijk is. Het enige is dat we het niet regelen en niet doen. En dan wat zie je? Dat er nog steeds in de top 200 bedrijven... nog maar 6% van de raden van bestuur uit vrouwen bestaat. 6%. En als er nieuwe benoemingen zijn... dan is het nog steeds zo dat volgens mij 94% van die benoemingen...
mannelijke benoemingen zijn, van de nieuwe benoemingen. Dus het is gewoon echt een zorgelijke ontwikkeling. Dus wat gaan we daaraan doen? Of was het even een voorzetje voor het panel zo? Ja, wat mij betreft dus wel echt dat gesprek aangaan in de bedrijfscultuur. Dus je kunt twee dingen doen. Nou, er zijn twee dingen. Ik hoop dat bedrijven echt zelf serieus werk maken met het opstellen van een profielschets en zeggen van we genderneutrale profielen, maar toch zorgen dat daar voldoende mate vrouwen op die lijsten komen. En ik hoop dat de politiek het laatste zetje gaat geven om in ieder geval tijdelijk echt te zorgen dat die bepalingen van die 30% gewoon worden nageleefd nu door het bedrijfsleven. Er is een database van topvrouwen.nl met 1600 board-ready vrouwen die allemaal gewoon echt capabel zijn, van goed niveau en die ook staan te popelen om soms in andere sectoren, hè, dus als je hebt over een bouwbedrijf en je kunt geen techneut vinden, vrouwelijke techneut, dan kun je wel een vrouwelijke CFO daar plaatsen. En dat is wat ook steeds meer gebeurt, maar er gebeurt gewoon niet snel, gaat gewoon niet snel genoeg en ik vind daarom dat er toch wel in dat opzicht wettelijke maatregelen moeten komen om dat de naleving af te dwingen. En het woord quota is nog niet gevallen. Nee, maar dat doe ik heel erg mijn best voor. Omdat dat nou, daarom dacht ik zeg omdat wij in Nederland niet houden van verandering. We houden niet van systeemveranderingen. We houden niet van pensioenstelselherzieningen. We houden niet van woningmarktveranderingen. We houden ook niet van diversiteit eigenlijk. Want het was toch altijd goed zoals het is. En als iedereen nou maar echt zijn eigen rol speelt zoals het is, is het toch allemaal goed. En dat is gewoon niet zo. En dat moet inderdaad quota doorbreken. In Frankrijk hebben ze 40% ingevoerd in 2017. En hebben ze gezegd, niet alleen zoals we in Nederland ook zouden moeten doen. Namelijk dat die 40% als er een benoeming is in strijd met die 40% is die nietig. Dus dan is als daar een man wordt benoemd, dan is dat een nietige benoeming. Maar in Frankrijk hebben ze ook gezegd dat dan tot die tijd, dat er wel een vrouw op die plek is benoemd, alle beloningen van de bestuurders zijn opgeschort. En dit heb ik, En de vrouwelijke evenknie van onze minister Jet Bussemaker, die in de KLM-boord komt, heeft mij dit verteld. Franse minister van Cultuur. En die zei dat het gewoon allemaal in één klap geregeld was. Nou, goed. Weten we dat ook. Marit. Dit wordt jouw boekmoment. Dank je. The floor is yours. Nou, heel goed. Dan vraag ik de kinderen om te komen. Pak even een microfoon. Ja. Pak even deze microfoon. Willemijn, Pink en Door en Nicolaas. Aan jullie wil ik het eerste exemplaar van het boek overhandigen. Omdat ik mijn boek, als jullie zo inderdaad. Misschien is het beter om zo even te staan. Ja, ook thuis. Nou. Nou is het wel ingewikkeld. Nu is het Willemijn, Door, Pink en Nicolaas. Er zijn Pink en Door tweelingen, dus dat maakt dan niet heel veel uit. Maar Pink is wel net iets eerder geboren dan Door. En de reden dat ik het boek aan jullie het eerste exemplaar wil geven, is omdat ik mijn boek het specifieke thema van gelijkwaardigheid ken. En jullie eigenlijk ook staan voor de generatie X, Y, Z. De millennial generatie waarvan er al heel veel mensen ook in de zaal zitten, waar ik heel blij mee ben. Maar die wereld, jullie generatie, gun ik een wereld van gelijkwaardigheid. En daarom heb ik het boek aan jullie opgedragen. En ook omdat jullie mijn alles zijn. Blijf nog heel even staan, mevrouw. Hoe is het zo, moeder? Nou, pittig maar leuk. En dat is misschien de juiste beschrijving. Nee, het is iets om heel trots op te zijn. Ja. Heel veel waardering. Het is ook natuurlijk een enorme bron van inspiratie. Hoe cliché dat ook mag klinken. Maar het is een gevoel waarvan je wel echt mag zeggen, heel trots, waar ik heel trots op ben. Ik heb heel veel respect voor mijn moeder.
Daarin kan ik wel zeggen dat ze me de juiste normen en waarden meegeeft. De ambitie, maar de ambitie die pusht niet aan ons, maar die laat ze onszelf ontwikkelen. En dat is misschien ook wel iets wat hoort bij die bemiddelijkheid. Ja. Dat is inderdaad. En ik ben gewoon heel trots en ik hou heel veel van mijn moeder. En ik ben blij dat ik haar zoon ben. Heel goed. Wat wil jij tegen je moeder zeggen? Nou, ik wil eigenlijk zeggen, blij ben dat ik eindelijk weer mijn oude moeder terug heb na dit boek. Want het was echt, Nee, ik woon samen met mijn moeder, op 1 verdieping nog wel. En ik moet zeggen, ik ben echt heel trots op haar, hoe ze dit heeft gedaan. En ja, ik ook met de kleding, hè, van het Parool, Telegraaf, ik heb er overal mee geholpen. Maar ik ben heel trots, echt heel trots dat ze dit heeft gedaan, echt. Nou, mam, wat een prestatie. Echt ongelooflijk. Ja, ik weet eigenlijk niet heel veel woorden momenteel te zeggen, omdat het vooral qua gevoel en ook qua uitwisseling deze afgelopen 9 maanden gewoon een hele rit is geweest. Maar het is ontzettend mooi dat we zo dicht bij elkaar staan als familie. Dat koester ik heel erg. Ja, dus dat. Dank je wel voor ook de inspiratiebron inderdaad die je bent. Nou mam, ik wil alleen maar zeggen dat ik het ongelooflijk bijzonder vind dat je in deze tijd, waarin het zo'n hot topic is, iets wat zo speelt, dat je dat aandurft. Echt chapeau, vind ik bijzonder, want we zullen vast zo hopelijk weer ook wel wat kritiek te horen krijgen. Want je noemde net al de witte man. Nou, die witte man, die is boos. Die is boos. Dat komt niet goed, nee. Nee, dus ik ben ongelooflijk trots op je. En ik vind het echt bijzonder. Ik vind het echt knap. Dat je dit naast alle dingen die je al doet, los van de advocatuur, want dat is nu, vind ik, vooral heel erg aan de orde gekomen. Je maatschappelijke betrokkenheid, die vind ik vooral heel bijzonder. En dat je op deze manier alles en iedereen erin wil betrekken om ook er echt over na te denken en er naar te handelen, of tenminste hopelijk ook naar te handelen. Ja, daar ben ik echt ongelooflijk trots op. Dank jullie wel. Dan vraag ik nu uw aandacht voor Wieteke Graven. Die gaat ons een kort overzicht geven van de stand van zaken met betrekking tot vrouwen aan de top. Wieteke Graaf is partner bij McKinsey & Company en co-auteur van McKinsey's Women Matter and Power of Parity Reports. En Wieteke leidt ook McKinsey's onderzoek naar vrouwen aan de top. En ze gaat ons wat cijfers geven en daarna ga ik er wat vragen. Wieteke. De witte microfoon. Nou, ik kreeg dus ook een telefoontje. Ik zei ook ja. Niet vanwege mijn reptiele brein. Want dat hebben mannen, geloof ik. Nee, ik was gewoon starstruck. Nee, Mary, je belde mij en je zei, ik wil wat facts and figures. En daar kan jij wel mee helpen. En ik had natuurlijk al ja gezegd, dus ik kon niet meer terug. En ja, wij hebben facts and figures. Want binnen McKinsey hebben wij in de afgelopen 10 jaar... hebben wij onderzoek gedaan naar het onderwerp genderdiversiteit. Zowel op het gebied de positie binnen de arbeidsmarkt in ons recente onderzoek Power of Parity, maar ook naar de positie van vrouwen aan de top door het Women Matter onderzoek. En vanavond, ter ondersteuning van de paneldiscussie, zal ik jullie kort even wat bevindingen delen, zodat we daarna ook stevig in debat kunnen, op basis van feiten. Ik wilde eerst even beginnen met de positie van de Nederlandse vrouw op de arbeidsmarkt. En zoals jullie hier voor je zien, we hebben geprobeerd de slide zo makkelijk mogelijk te houden. Dit is voor ons echt een hele simpele, maar ik zal jullie er even doorheen praten. Er is een redelijk groot verschil tussen de positie van Nederlandse vrouw op de arbeidsmarkt ten opzichte van de Nederlandse man. Maar interessant genoeg ook met name ten opzichte van andere Europese vrouwen. En als we even kijken naar de feiten. Dus 47 de Nederlandse vrouwen vormen 47% van de totale arbeidspopulatie. En dat is eigenlijk helemaal gelijk met wat het in Europa ook is. Dus 47%, bijna de helft. Alleen als we kijken naar wat de bijdrage van de Nederlandse vrouw is aan het bruto binnenlands product,
dan zien we dat Nederlandse vrouwen 34% bijdragen, terwijl Europese vrouwen 38% bijdragen. Dus waar komt dat door? En niet verrassend genoeg is daar één belangrijke factor voor, en dat is het aantal gewerkte uren. Want als we kijken naar het aantal vrouwen in Nederland dat in parttime banen werkt, dan zie je dat dat eigenlijk 76% is. Dus 3 van de 4 vrouwen in Nederland werkt parttime, versus 27% van de Nederlandse mannen. Volgens mij moet dat 17% zijn, maar een klein percentage Nederlandse mannen. En als we dat vergelijken met Europese vrouwen, dan zien we dat dat 43% is. En 11% van de Europese mannen werkt parttime. Dus we zien dat de parttime cultuur in Nederland echt heel erg diep geworteld is. En dat er een groot verschil is met de rest van Europa. En als we dat dan nog even doortrekken en we kijken naar het gemiddelde aantal uren dat vrouwen werken, dan zien we dat Nederlandse vrouwen 26 uur per week gemiddeld werken. Versus 35 uur voor Nederlandse mannen en 32 uren voor Europese vrouwen. Dus wederom, Nederlandse vrouwen werken 25% gemiddeld korter dan hun Europese peers of collega's. Dus dat geeft heel duidelijk aan dat Nederlandse vrouwen dus echt gewoon een andere positie op de arbeidsmarkt hebben dan mannen. Maar ook dat het toch wel, als we kijken naar de rest van Europa, dat het echt significant anders is. En als we dat dan even toespitsen op het bedrijfsleven, hoe staat het er daarvoor? En wat jullie hier zien in voor je is eigenlijk de pijplijn, zoals we dat noemen. En dat is hoeveel vrouwen komen er gemiddelde bedrijven binnen, vrouwen. En hoe stromen ze vervolgens door naar de top. Nou, je ziet dat bijna de helft van de vrouwen, van de talent dat binnenkomt, tegenwoordig vrouw is. En als we kijken naar bijvoorbeeld advocatenkantoren, dan zien we eigenlijk hele hoge percentages. Als we kijken naar wat meer technische bedrijven, dan zien we dat de instroom eigenlijk wel een stukje minder is. Daar zit het rond de 25-30% tegenwoordig. Alleen als we dan kijken hoe vrouwen vervolgens zich ontwikkelen binnen zo'n organisatie, dan zie je dat de kansen dat mannen doorstromen echt over de hele pijplijn eigenlijk veel groter zijn. Dus het eerste grote verschil is eigenlijk wanneer je van instroom naar middelmanagement gaat. En middelmanagement is vaak de positie die vrouwen bereiken wanneer ze ongeveer ook in de fase van hun leven dat ze kinderen krijgen. En daar zie je eigenlijk dat mannen dus 3 keer zoveel kans hebben om op zo'n middelmanagementpositie te komen versus vrouwen. En dat zet zich eigenlijk voort naarmate je verder naar boven gaat. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de executive committee, dus raad van bestuur, dan zien we nog maar 9% vrouwen. En het aantal vrouwelijke CEO's is eigenlijk maar 2%. Dus je ziet eigenlijk dat de hele, gewoon gedurende hun carrière, de kansen van vrouwen beduidend minder zijn dan die van mannen. En wat levert dat dan nu van uiteindelijk voor een plaatje op? Dit is aan de linkerkant zien jullie de percentages van vrouwen in raden van commissarissen. Aan de rechterkant de percentages vrouwen in de raad van bestuur. En dan in het midden zie je de ontwikkeling die doorgemaakt is sinds 2007. Nou, er is eigenlijk wel goed nieuws van deze pagina te melden. Marie, je noemde het al. De raden van commissarissen zitten tegenwoordig eigenlijk wel bijna op 30% gemiddeld vrouwen. En hoe komt dat? We hadden het er net al over. Ja, door quota. Want in het Verenigd Koninkrijk, in België, in de Scandinavische landen zien we eigenlijk dat er steeds meer gewoon quota ingevoerd worden. En inderdaad ook in Frankrijk. Dus dat heeft een effect. En uiteindelijk zie je dat echt in de afgelopen jaren eigenlijk ontzettend is toegenomen, het percentage in de Raden van Commissarissen. Als Nederland hangen we er een beetje onderaan bij. We zijn de zesde uit zeven. Oh, sorry. En de United Kingdom, dat is dus geen quota, sorry. En aan de rechterkant kijken we dan naar de raden van bestuur. En daar zit uiteindelijk op dit moment de grootste uitdaging. Want je ziet niet alleen dat, je ziet eigenlijk dat die percentages heel laag blijven. Rond de 15%. En de groei is eigenlijk beperkt zichtbaar. Dus raden van commissarissen gaat goed. Raden van bestuur is nog heel veel werk te doen. En dan vragen mensen heel vaak van waarom is dat nu zo? Waarom zijn er zo weinig vrouwen in de raad van bestuur? En heel vaak hoor je het argument van vrouwen hebben geen ambitie. Vrouwen willen zelf niet. Nou, dat hebben we ook onderzocht. En we hebben een hele grote, heel veel mensen gevraagd op middelmanagement level, op senior niveau. Wat heb je nou ambitie, mannen en vrouwen? Wil je bijvoorbeeld, een eerste vraag is, ik heb uiteindelijk de ambitie om een positie in de raad van bestuur te bereiken. Dan zie je dat ongeveer 80% van zowel mannen als vrouwen zegt, ja, ik heb die ambitie wel. En ook heel reëel is, en wat dat kost om dat te bereiken. Dus rond de 60%, zowel mannen als vrouwen, wederom zegt, ik ben bereid om daar opofferingen voor te maken om uiteindelijk op die positie te komen.
Alleen, wanneer we dan vervolgens ook de vraag stelden van hoeveel vertrouwen heb je er uiteindelijk in om dat dan ook te bereiken, dan zie je dat vrouwen gewoon heel weinig vertrouwen hebben dat ze uiteindelijk ook die kans krijgen en dat ze hun ambitie kunnen realiseren. Want 76% van de mannen zegt ja, ik denk wel dat ik dat ga bereiken, versus maar 58% van de vrouwen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook vanuit een senior management niveau. Er zitten gewoon hele grote verschillen in. Niet in de ambitie, maar wel in het vertrouwen dat uiteindelijk dat mensen hebben om zo'n positie te bereiken. En ja, dan kun je je afvragen, waar komen die verschillen vandaan? Ik denk dat het ook wel fair is om te zeggen, en ik denk dat veel mensen dat herkennen, is dat vrouwen het misschien af en toe moeilijker vinden om een ambitie uit te spreken. Maar tegelijkertijd is er ook heel vaak niet erkende ambitie aan de kant van managers die een vrouw moeten benoemen. Dus ik denk dat er twee kanten van de medaille zijn over wat die verschillen verklaart. Dus, positie op de arbeidsmarkt. Die is toch duidelijk anders. Vrouwen blijven daar nog achter en er is nog heel veel ruimte om ruimte om te verbeteren in het bedrijfsleven, ondanks alle goede pogingen die er zijn. Hè? Want ik was vandaag toevallig nog bij iemand in Kopenhagen, een voorzitter van de raad van bestuur, en hij zei, ik wil het echt heel erg graag, maar het lukt me gewoon niet. En wat moet ik nou doen om uiteindelijk die doorbraak te realiseren? Dus wederom, de ambitie is er, de goede intenties zijn er, maar we maken nog niet zo heel veel voortgang. Marie, heb ik je nu voldoende facts en figures gegeven? Ja. Ja. Nee, maar jij was de belangrijkste. Ga heel even zitten, ja. Ga heel even zitten, want ik wil nog wel een paar dingen vragen. Er vallen drie echt hele grote dingen op. Dat is vrouwen veel meer part-time. Dat is dat gebrek aan vrouwen die doorstromen naar de top. En nou ja, vrouwen die minder vertrouwen hebben in hun mogelijkheden om dat te doen. Carrièrekansen. Is dit nu het onomstotelijk bewijs dat er toch glazen plafonds, sticky floors en moeilijke gesprekken aan de keukentafel zijn? Nou ja, ik denk als je kijkt naar de kansen, hè, wat ik liet zien, hè, dat het op bepaalde levels 5 keer zoveel kans is dat mannen doorgroeien dan vrouwen, dan denk ik wel dat het ver om te zeggen is dat er een glazen plafond is. Ja. Meerdere glazen plafonds zelfs. Ja. En als je zegt dat vertrouwen dat ontbreekt, waar komt dat dan door? Ik denk niet dat het ontbreekt. Ik denk dat het heel vaak een andere manier van uitdrukken is. Dat hoe vrouwen hun ambitie uitdrukken versus mannen. En om je een voorbeeld te geven, we hebben ook onderzoek gedaan tussen advocatenkantoren. En daarbij vroegen we aan mensen van, heb je de ambitie een partner te worden? En dan zag je eigenlijk dat het verschil tussen mannen en vrouwen echt gigantisch was. Dus vrouwen, misschien maar 60% van de vrouwen zei, ja, ik wil partner worden. Als we dezelfde vraag stelden aan vrouwen die net het level voor partner zaten en vroegen van, wil je de volgende stap maken? Wat eigenlijk hetzelfde was als wil je partner worden? Dan was opeens 80% wilde wel een volgende stap maken. Dus eigenlijk stel je 2 keer dezelfde vraag, maar krijg je een ander antwoord, omdat uiteindelijk de manier waarop mensen articuleren wat hun ambitie is, dat die gewoon anders is. Ja. Nou, zei ik al, je bent ook mede-auteur van het Power of Parity rapport. Waar gaat dat precies over? Want daar zitten jullie middenin, hè, in het samenstellen van dat rapport. Ja. Waar gaat dat precies over? Ja, Power of Parity is een onderzoek dat 2 jaar geleden door ons McKinsey Global Institute is gelanceerd. Waarbij we eigenlijk het hele debat rondom gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen gewoon veel feitelijker wilden maken en ook heel economisch wilden maken. Dus wat we daar gedaan hebben is kijken wat gelijkwaardigheid eigenlijk oplevert aan bijvoorbeeld bijdragen voor het binnenlands bruto binnenlands product. En daar zie je dus eigenlijk, dat hebben we nu vervolgens ook doorverteld naar de Nederlandse situatie. Nu is het ook wel interessant om te melden dat voor onze Amerikaanse collega's en eigenlijk voor de meeste collega's over de wereld het argument van groei en economische groei heel doorslaggevend was. Maar dat we nu hebben gezien dat in Nederland dat we wel de feedback kregen van ja, daar houden we in Nederland niet zo van. Dus misschien moeten jullie nog met wat andere argumenten komen. Dus wat we vervolgens hebben gedaan is, wij hebben nu ook gekeken van hoe kunnen meer een grotere
gelijkwaardigheid van vrouwen? Hoe kan die bijdragen aan de tekorten in een aantal cruciale sectoren? Zoals bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. En hoe kan ook meer gelijkwaardigheid bijdragen aan de economische zelfstandigheid van vrouwen? En daar hebben we eigenlijk op alle drie de fronten zien we nu dat we daar heel doorslaggevend bewijs hebben. Maar ik denk dat het interessante wat we doen is, we gaan ook kijken van wat zijn nu de argumenten die we in Nederland zien, waarom dat dus, waarom we niet die gelijkheid bereiken. Ja. Ja, en dat brengen we nu op dit moment in kaart. Ja, en dat rapport komt... September uit. Rond Prinsjesdag, hè? Ja, goede timing. Ja, goed timing. Ja. Als we het iets breder trekken, ik weet niet of daar iets over te zeggen is, hè, maar Marie heeft het natuurlijk over diversiteit in het algemeen. Is daar iets over te zeggen, over de economische opbrengst daarvan? Stuur je nu aan op de business case of wat... Is er iets over te zeggen? Kijken jullie alleen naar gelijkwaardigheid als het om mannen en vrouwen gaat? Of gaat het breder over de arbeidsmarkt? Nee, ik denk wat Marie net ook zei. Waar, kijk, er is natuurlijk heel vaak wordt het argument van de business case bereikt of gebruikt. En dat betekent, we hebben als McKinsey ook onderzoek gedaan van vrouwen die meer bedrijven die meer vrouwen aan de top hebben, die hebben ook betere stock return. Ik denk dat het heel erg moeilijk blijft, was en blijft om te beweren dat causaal is. Dus, maar wat ik wel, waar ik wel heel erg sterk in geloof, en dat hebben we ook op bepaalde manieren onderzocht, is uiteindelijk kan een bedrijf de beste beslissingen nemen op het moment dat er diversity of thought is. Dus dat er heel veel invalshoeken zijn. En met name in de huidige maatschappij, waar je ziet dat veranderingen heel snel komen, is als je niet oppast en je bent met een te monotone groep met besluitvormers, dan denk ik dat je gewoon niet de snelheid van de huidige veranderingen bij kan houden. Dus het gaat echt over de kwaliteit van besluitvorming gaat gewoon vooruit wanneer je diverse perspectieven hebt. Maar het is heel moeilijk om dat echt te kwantificeren. Dat is heel moeilijk om te kwantificeren, ja. Is het gezellig in de boardroom van McKinsey? Nou, we hebben geen boardroom, we hebben een partnership. Daar is het inmiddels heel gezellig. Wij hebben daar de afgelopen jaren ook heel veel moeite op gedaan om daar meer vrouwen te krijgen. Wat is de verhouding? Ja, die is nu. Ja, daar kan ik nu met heel veel trots over spreken. We hebben inmiddels 8 vrouwelijke partners op een totaal van 35 partners. Dus, en dat is jarenlang is dat 1 geweest op 30. Dus ik denk wel dat wij in ieder geval nu wel met redelijk trots kunnen spreken dat we voortgang hebben geboekt. Maar het is nog geen 30%. Nee, bijna. Goed. Heel hard, en kan je wat met beminnelijke doeltreffendheid? Ja, daar kan ik dagelijks van mee. Dus daar hou ik mij mee staande. Ja? Ja. Je herkent het, wat Marie daarover zegt. Oh nee, absoluut. En ik denk uiteindelijk ook het mooiste compliment dat ik wel eens heb gehad was you can kill with a smile. En dat denk ik ook wel dat beminnende doeltreffendheid is. Heel hartelijk bedankt. Wieteke, graag. En we hebben dus zometeen nog een boeiend panel. Ik ga de leden nader aan u voorstellen. Maar we hebben ook een bijzonder prominente gast in het publiek. Al weet ik niet waar die zit. Waar zit meneer Jaap van Manen? Helemaal achteraan. Oh jee. Sophie, wil je even naar meneer van Manen toe gaan? Jaap van Manen was van 2013 tot 2017 voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. En u verzorgde, en Marie beschouwt dat als een eer, het voorwoord voor Verdrink geen dode eend. U heeft als voorzitter van die Monitoring Commissie Corporate Governance Code veel aandacht gehad voor het begrip cultuur. En u wilde dat ook verankeren binnen die code. Dit heeft Marie mij allemaal ingefluisterd hoor. Ook Marie's lessen komen neer op werken aan cultuur. Is dat wat u aansprak in het boek? Nou, het is wat mij het meeste aansprak in dit boek. Heel veel dingen spreken me aan. Maar wat ik het interessante vind is dat als je met bestuurders en commissarissen praat over het adresseren van cultuur, dan zeggen mensen dat willen we wel, dat doen we ook. Maar als je erover doorpraat, zeggen ze we weten eigenlijk niet hoe. En er zijn natuurlijk allerlei standaard antwoorden en goede antwoorden en praktijken en noem maar op. Maar wat ik mij opeens realiseerde toen ik dat boek mocht lezen, want dat mocht ik dus wat eerder lezen omdat ik het voorwoord schreef, dat is hoe ontzettend effectief een verhaal kan zijn. En dit zijn allemaal verhalen, niet iets waar Marie nou iedere keer
zeg maar de heldenrol heeft, dus ook andere rollen speelt. Maar het voordeel van een verhaal is dat het de aandacht vasthoudt. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker van een verhaal is, is dat, dat je het onthoudt. Dat het blijft hangen. En als je nou bestuurder bent, dan zou ik zeggen, en je wil nog meer met cultuur, dan zou ik zeggen, doe meer met verhalen. Want ik denk dat dat een hele goede manier is om te adresseren. En alle bestuurders natuurlijk kopen het boek van Marie, of niet? Uiteraard, maar dat vond ik al zo alle bestuurders lezen de krant, dus dat doen ze toch wel. Oké, dank u wel. Jaap Vermanen. En dan nu eindelijk het al zo vaak aangekondigde panel. Mag ik als eerste uw applaus voor Mirjam de Blikhoer. Mirjam. Ga zitten. Eén eerste vraagje. Hoe lang, spreek vooral in de microfoon. Hoe lang werk je al voor Baker McKenzie? Mirjam is, zeg ik er even bij, partner bij advocatenkantoor Baker McKenzie. Ze is lid van de adviescommissie arbeidsrecht voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Lid van de adviescommissie Leiden University Global and European Labor Law. En lid van het comité van aanbeveling van de Female Cancer Foundation. Heb ik alles gehad? Nee, maar dat maakt niet uit. Oké. Dat is genoeg. Hoe lang al bij Baker McKenzie? Sinds 1990. 1990, 2 jaar na Marie. Ja. Oké. Duidelijk. Onze tweede gast, en verwelkomt u ook graag met een applaus, Jet Bussemaker. Ik zei daar straks al, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar daarvoor zat ze in het college van de bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Ze was ook staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ze is initiator van de Stichting Topvrouwen, waarvan Marie trouwens voorzitter is. Je hebt nog geen nieuwe baan, hè? Nee. Ik heb altijd geleerd dat je niet te snel ja moet zeggen. Nee. Als je echt wat leuks en zinvols en belangrijks vindt. Want je kan maar 1 keer ja zeggen. Ook niet als Marie belt? Nee, nou ja, weet je, ik ben hier wel omdat Marie iets voor mij heeft gedaan. Namelijk voorzitter worden van de Stichting Topvrouwen. Hans de Boer en ik hebben daar hard aan moeten trekken. Maar ik ben blij dat het gelukt is toen wij Marie belden om haar zover te krijgen dat ze ja zei. Okay. Dus als Marie mij dan belt, dan zeg ik ook ja. Dat is wel wat wij volgens mij allemaal willen. Ik zeg vaak, we moeten een soort, geen old boys network, maar een great sisters network hebben. Nou ja, dan doe je wat voor elkaar. Go for a yes. De derde gast, Bernard Wientjes, is oud-voorzitter. Meneer Wientjes, Bernard. Ja, ik heb van Marie opdracht gekregen om te tutoyeren vanavond. Ja. Ze wil geen u en dus Bernard, Jet en Mirjam. Bernard is oud-voorzitter van VNO-NCW, emeritus hoogleraar ondernemerschap en leiderschap van de Universiteit Utrecht. En op dit moment onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KPMG en voorzitter van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank. En in het leven daarvoor was je natuurlijk ondernemer in het familiebedrijf. Hoe lang is dat geleden? Ik kom erbij zitten. Hoe lang is dat geleden, dat familiebedrijf? Dat ik daar wegging? Ja. Dat is in 2005 geweest. Toen ben ik... Dus daarvoor was ik aan het afbouwen. Het is een familiebedrijf. Ik was de derde generatie. Dat voor velen is dat de slechtste generatie. Ik hoop van niet. Maar toen ik het punt bereikte dat ik mijn eigen zonen aan moest kijken. Ik heb twee zonen. Om te kijken of de volgende generatie het kan. Toen bleek dat ze daar geen interesse in hadden. Eén ging naar de Verenigde Staten en trouwde daar een Amerikaanse fantastische schoondochter van mij, maar wilde nooit meer terugkomen. En de ander werd kunstenaar. Nou ja, een onderneming leiden door een kunstenaar is ook niet echt. Dus dan moet je iets doen. En ik heb een onderneming ondergebracht bij een paar andere bedrijven. En toen werd ik gevraagd voorzitter van VNO-NCW te worden. En dat is in 2005 geweest. En 9 jaar gedaan. En hoeveel vrouwen zitten er in de raad van bestuur van het familiebedrijf? Het voormalige familiebedrijf. Het voormalige familiebedrijf zat geen enkele vrouw in. Dat was alleen maar 1 directeur, dat was ik. Dus, maar in de top zaten wel. In toentertijd was die eerste beweging op gang. En ik had een aantal, zeker het bekende begin, vrouwen kregen dus hoofdinkoop, hoofdfacilities. Dat soort banen werden bij ons heel sterk door vrouwen ingevuld. Het was nog bizarder toen ik voorzitter van VNO-NCW werd. We hebben daar een dagelijks bestuur van 50 personen.
dagelijks bestuur. Ja. Volgens mij waren er 50 personen. En een algemeen bestuur. Die komen iedere dag bij elkaar? Nee. Oh. En een algemeen bestuur van 200 personen. Dus dat is heel gezellig. Maar dat dagelijks bestuur kwam één keer in drie weken bij elkaar. Maar als je een heel groot bestuur hebt, is het voor een voorzitter heel makkelijk. Ja. Een heel klein bestuur is ook makkelijk. Tussenin is lastig. En daar waren volgens mij één of twee vrouwen in, van de 50. En dat is inmiddels wel enorm gestegen. En dat was dus zo rond 2005, 2005, ja. 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 Omdat dus in de raad van in het DB van VNNCW zaten natuurlijk de grote branches. Die werden toen nog allemaal geleid door mannen. Nu een groot gedeelte wordt geleid door vrouwen. Ineke Desentier en zo zijn er veel meer vrouwen. En de voorzitters van de raden van bestuur van de grote multis waren natuurlijk allemaal mannen. Hm. En zo zie je in bestuurssamenstelling, als ik wel eens met mijn opvolger praat, dan is dat totaal anders dan toen ik begon. We moeten het eerst even over de beminnelijke doeltreffendheid hebben, denk ik. Mirjam, toen je begon bij Baker McKenzie, wat was dat voor sfeer daar? Maar je zei, bij Houthof was eigenlijk een prettige bedrijfscultuur. Hoe was dat bij Baker McKenzie? Was het beminnelijk, doeltreffend? Ja, in het begin is het heel beminnelijk. Spreek in de microfoon. In het begin is het allemaal heel beminnelijk. Totdat je verder wil, dan wordt het wat minder beminnelijk. Ja, ja. Ja. Want? Wat ja, gebeurt er dan? Dan wordt het moeilijker. En dan om partner te worden, ik heb dat als heel lastig ervaren. Marie heeft dat niet zo ervaren, maar ik wel. Want wat waren de obstakels? Wat ging er mis? Wat gebeurde er? Nou, er werd gewoon gezegd, maar waarom wil je partner worden? Je man heeft toch een baan? En dat soort dingen. Ja, dat was toen nog. Werd er heel raar tegen aangekeken dat je dat wilde. En hoe ging je daarmee om? Beminnelijk, doeltreffend? Nee, niet zo beminnelijk. Nee. Maar dat was wel heel doeltreffend. Ja, toen. Dat is denk ik een van de weinige keren geweest dat ik wat minder beminnelijk was. Maar dat staat ook in Marie's boek, dat je kan niet altijd met beminnelijkheid doeltreffend zijn. Niet maar altijd. Hoe heb je het wel? Meestal wel hoor, denken ze. Want ik moet heel veel met vakbonden onderhandelen. Want ik ben arbeidsrechtadvocaat en denk zo, er komt een soort engeltje binnen. En dan daar kan ik ook natuurlijk een soort leeuw worden. Dus bij mij is het misschien dat ik er beminnelijk uitzie en daardoor juist wat minder beminnelijk moet doen. Maar hoe heb je het wel aangepakt dan, als je het niet beminnelijk hebt aangepakt? Ik bedoel, hoe heb je naar boven geknokt, zal ik maar toen zeggen? Toen ik partner wilde worden? Ja. Toen heb ik een aanbod van een ander kantoor geregeld. En toen ben ik naar binnen gegaan. Toen zei ik, nou ja, je kan kiezen. Ik ga of daar naartoe of je moet mij nu partner maken. Kijk. Ja, kijk, heel beminnelijk. Je kijkt heel beminnelijk, ja. En toen zei ze meteen, oké. Ja. Nou. Zeiden ze het ook echt meteen? Ja. Was het gelijk? Nee, daar werd nog een vergadering aan gewijd. Maar dat was wel een kwestie van een paar dagen. Ja. Jet, zullen we op de universiteit beginnen? Daar werken natuurlijk allemaal zachtaardige wetenschappers. Beminnelijkheid troef, of niet? Dacht het niet. Nee, er wordt altijd gezegd, universiteiten, de wetenschappelijke wereld, daar willen we de beste. Dus daar gaat het over excellentie. Dan is vaak een beetje het argument, want dat hoor ik in de politiek ook wel regelmatig. We willen de beste, dus we hebben een man gekozen. Dus er zit een soort veronderstelling in. En wat mij heel erg heeft verbaasd, want ik heb zelf ook heel lang op de universiteit rondgelopen, dat eigenlijk die veronderstelling zo vanzelfsprekend is dat er niet meer bij stil wordt gestaan, dat het eigenlijk een hele rare oppositie is die wordt gecreëerd. En ik heb zelf lang op Nederlandse universiteiten gewerkt, maar ik heb ook een jaar bij Harvard gewerkt. Dat was in 1997... En wat me toen echt enorm opviel, was het grote aantal vrouwelijke hoogleraren, bestuurders, overal vrouwen die rondliepen. En dat is toch een van de meest excellente universiteiten van de wereld. In ieder geval alle rankings maar bovenaan. En ik ben daar 1,5 jaar geleden weer terug geweest als minister. Het was erg leuk om daar weer terug te zijn. En toen had ik daar een gesprek met Nederlandse docenten, studenten, postdocs die daar zaten. En ik stelde hun een open vraag. Goh, vertel mij nou eens wat jullie nou opvalt als je Nederlandse universiteit met deze universiteit Harvard vergelijkt. En het eerste wat ze zeiden, er lopen hier zo ontzettend veel vrouwen rond in belangrijke posities. Rara, hoe kan dat nou? Nou, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ging over wetenschapstoekenningen.
We hadden zwaartekrachtbeurzen. Dat zijn eigenlijk de grootste bedragen voor wetenschappers. En ik mocht de eerste ronde uitreiken toen ik, geloof ik, 3 weken minister was. We hebben een jury voor die dat allemaal onafhankelijk doet. En volgens mij hebben jullie daar een foto van. Ja, daar hebben we foto's van. We hebben 2 verschillende foto's. Kunnen we de eerste foto zien die bij het van verhaal van hoe dat er toen uitzag bij die toekenningen? Dit was november 2012. En daar stond ik dus bij NWO met alle hoofdaanvragers van de meest belangrijke subsidies wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Ik zei, jongens, allemaal hartstikke gefeliciteerd, hartstikke leuk, fantastisch dat jullie dit bereikt hebben. Maar wat valt jullie nou op als we hier zo naar dit plaatje kijken? Dit is toch wel raar. Staat hebben we nou een vrouw op? Helemaal geen andere talenten. En waar zijn dan al die vrouwen? Ja, maar die hebben we wel ergens in de teams zitten. Nou, ik ben daarna een gesprek aangegaan, zowel met de jury. Dat ging ook over andere dingen, want er was bijvoorbeeld ook wel een oververtegenwoordiging van de exacte wetenschappen. Mm-hmm. Die hebben hele goede bonding. Die prijzen elkaar namelijk altijd allemaal. In de geesteswetenschappen maakt men onderling nog wel eens ruzie, dus dat helpt dan al niet. Maar er speelde ook mee dat gewoon vanzelfsprekend was dat mannen hoofdaanvragers waren. Toen hebben we gezegd, we gaan samen met NWO, dus helemaal op afstand. Hè? Ik bepaalde niet wie er iets zou krijgen. Maar we gaan kijken en leren van Europa. Daar schrijft men in toekenningen, vraagt men om rekening te houden met diversiteit. Omdat men zegt, precies zoals net werd gezegd, divers samengestelde teams, die hebben tegenspraak. Dat is belangrijk voor wetenschappelijke kennisontwikkeling. Dus we wegen dat mee als één van de oordelen. Niet het belangrijkste, maar als één van de oordelen. En in 2017, juni 2017, mocht ik de tweede ronde zwaartekrachtsubsidies uitreiken. En daar hebben we ook een foto van. En dat zag er zo uit. En die wetenschap en die toekenningen, die zijn dus even excellent als in 2012. En, als je en dan ik heb dus geen kwotum of iets dergelijks ingesteld. Nee, maar subtiel heb ik, omdat ik weet, in die wetenschappelijke wereld werkt dat echt helemaal niet. Dan gaan mensen niet meer meewerken. Maar denk er wel over na. En weet dat het één van de elementen is die onafhankelijke jury mee moet wegen. Maar je naast hebt het dus, al die anderen. Je hebt het dus gedaan met, zou je kunnen zeggen, beminnelijke doeltreffendheid. Want je hebt geen quota gesteld. Ja, en met steun. En daarom vind ik quota in het politieke debat altijd wel ingewikkeld. Want ik heb dit kunnen doen omdat iedereen daarin meeging. Die jury die zei ook, er is hier iets raars gebeurd. Zowel als je dat plaatje ziet, maar ook wel in de zeg maar, wetenschapsgebieden. Maar ook de directeur van NWO zei, die vrouwen die lopen, we hebben zoveel kwaliteit in Nederland rondlopen. Dus het is echt, echt raar en niet goed als dat op geen enkele manier tot uitdrukking komt. Dus we moeten daaraan werken. Ja. En dan soms is het een kwestie, ook gewoon zonder, ik heb hier niet al te veel rugbaarheid aan gegeven. Want als ik hier het politieke debat over was gaan voeren, dan had ik hetzelfde gehad als met die database. Het is een wonder dat hij er gekomen is en dat Marie daar voorzitter van kon worden. Want dat is een database van vrouwen, dat wilde je politiek wij regelen, wilden dat maar samen, dat strandde in de Tweede Kamer. Ja, met Hans de Kort Boer. Gezegd. Wij wilden het argument counteren dat iedereen altijd zei, ja, ik wil wel een vrouw, maar ze zijn er niet. En ik hoorde overal van vrouwen die zeiden, nou, maar ik wil wel, maar ik word niet gevraagd. En Hans de Boer zei ook, ik moet naar al mijn leden van VNO en NCW wel duidelijk kunnen maken dat die vrouwen er zijn. Ik zei, nou, dan gaan we die database starten. Maar een deel van de Kamer vond dat allemaal niet kunnen, want ik bemoeide me met allemaal interne aangelegenheden van bedrijven. En er ging overheidsgeld naar bedrijven. Maar ja, over MKB-subsidies en exportsubsidies en weet ik veel wat we allemaal hebben, wordt nooit moeilijk gedaan. Maar als het dan over vrouwen gaat, dan levert het opeens een heel debat op. Dus ik dacht, weet je, bij die wetenschapssubsidies kon ik dat wat anders doen. Ik ga dat zonder rugbaarheid doen, maar ik ga het gewoon wel in het kader van excellentie een plek geven. Zoals we nu proberen bij bedrijven het gewoon een plek te geven, ook in het kader van je businessmodel en je resultaten. Ja. Alleen gaat het daar nog niet zo snel als ik zou willen. Ja. En mannen kiezen mannen, want je kiest iemand die op je lijkt. Dus het schiet gewoon daardoor niet om. Dat is iets psychologisch. En je hebt dus niet een externe organisatie
die je jureert of beoordeelt. Ja, of wat en ook niet op en het allerergste is, vind ik, van die hele debat over topvrouwen. Ik vind vreselijk dat het zo langzaam gaat. Maar wat ik helemaal erg vind, is dat een heel groot deel van de bedrijven niet eens de wet uitvoert. Nee. Ze moeten rapporteren daar komen we en nog ze op. Doen dat gewoon, slaan het zo van tafel. Daar komen we nog op. Dat is de wet streefcijfers. En daarin moet in de jaarverslagen uitgelegd worden waarom de percentages nog steeds niet gehaald zijn. En dat gebeurt niet. Maar dat wil ik nog heel even bewaren. Nog even naar het begrip wat Marie gemunt heeft, namelijk beminnelijke doeltreffendheid. Werkt dat in de treffenzalen ook? Of moet je daar gewoon echt met je vuist op tafel slaan? Nee, dat werkt daar ook wel. Ik heb geloof ik wel. Ik vond het wel grappig dat ik het boek van Marie las. Dat ik zelf ook wel zo'n soort ontwikkeling heb doorgemaakt. Dat ik vroeger de zaak zo belangrijk vond. Ja, dat ik misschien bijna tot de drammerige toe mijn punt bleef maken. En ja, dan heb je wel gelijk, maar je krijgt het niet. En in de politiek wil je wel gelijk krijgen uiteindelijk. Dus misschien noemen we die beminnelijke doeltreffendheid in de politiek wat minder mooi geformuleerd. Gewoon hard op de inhoud en zacht op de vorm. Ja. En dat moet je dus in de treffenzaal ook wel zijn. En ik heb wel vaak daar gevraagd als er weer een mannelijke benoeming voor lag. En soms zei ik wel eens, nou jongens, het kan gewoon niet meer. En soms zei ik wel eens, ja, hallo, er is er weer zo eentje met een vraag. En uiteindelijk ging dat zo spelen dat ik alleen nog maar hoefde te gaan lachen. En dan zei een van mijn collega's, volgens mij klopt er iets niet bij die samenstelling. Of dat anderen die vraag al over gingen nemen. Dat je de woorden al niet dus meer hoeft te gebruiken. Je hoeft dan helemaal niks meer. Maar nee. Ja, je moet dan wel een soort, je moet anderen wat gunnen. En je moet het misschien met een soort zachtheid of speelsheid of humor doen. Dat je niet dat drammerige persoon bent die ik vroeger ook wel ben geweest. Ja. Geef ik ook maar toe. Bennet, als werkgeversvoorzitter en je moet met die vakbonden, daar valt er niks beminnelijk te doen natuurlijk. Hè? Zeker. Uiteindelijk is dat het recept wat wij altijd gehanteerd hebben met succes. Het is de beminnelijkheid dat je een goede relatie opbouwt. Kijk, als je dus een sociaal akkoord afsluit, wat ik afgesloten heb toen met z'n vieren, Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Ton Heerts en ik. En je zit 5 zondagen met elkaar op een plek waar niemand weet waar je zit. En probeert eruit te komen, dan is het alleen maar de combinatie van beminnelijkheid, je bouwt een relatie op. En op een aantal dossiers ben je spijkerhard. En dan is het ook weer aftasten of dat die hardheid uiteindelijk leidt tot een resultaat, wat helemaal geen mooi resultaat is, of dat je het laat barsten. En als ik bijvoorbeeld denk, aan mijn of tijd. Of je de dooie eend laat. Ja, nou ja, kijk, ik kan me heel goed herinneren, mijn tegenstander toen was, zeker voor Ton Heerts, was het Agnes Jongerius. En we hadden een buitengewoon goede relatie. Volgens de pers stonden we elkaar naar het leven. Omdat ze me 1 keer tuig van de Richel genoemd heeft. En dat meende ze ook echt toen. Ik had een andere mening, maar het was een misverstand. Zoals vaak dat soort dingen. Maar we hadden voor de rest een buitengewoon goede relatie. En toen wij een pensioenakkoord afsloten. En dat is achteraf, als je dan terugdenkt, waar ben ik nou fout geweest? En een pensioencontract afsloot in feite, een overeenkomst. Waarbij zij toegaf en eigenlijk in feite ook meeging. En toen er een paar vakbondsleden het woord casinopensioen uitvonden, dat kun je me wel herinneren. Ja. Dat betekende voor haar het einde van haar vakbondsleiderschap. En ik weet nog dat in mijn bestuur waren toen een aantal mensen zeiden, ja, de FNV is nu helemaal kapot, lig op de grond, maak ze maar af. En ik vond het een fout, want in feite was dat, we waren te ver gegaan, althans te ver gegaan. Wij hadden samen, Agnes Jongerius en ik, wel proberen in te schatten hoe de reactie zou zijn in mijn achterban. Die redelijk conservatief was en in haar achterban. Hadden niet ingeschat hoe ver dat zou kunnen gaan. En het is zwaar het einde van haar bijna haar carrière geweest, naast naar Europa gegaan. Ja. Nou, en andersom zie je dan bijvoorbeeld ook een energieakkoord. Hè, waar je ook hele lastige tegenstanders hebt. Dat ik 2 avonden heel laat in Utrecht met Sylvia Born, de baas van Greenpeace, tot in de nacht heb onderhandeld. En uiteindelijk wel elkaar de ruimte gaven. Want wij waren de uiterste. VNO-NCW was het conservatieve bolwerk van de grote concerns. En Greenpeace was de actiepartij. En dan is ook weer de combinatie van beminnelijkheid. Ja. Maar daarnaast ook toch wel op een gegeven moment zeggen, dit is mijn grens. En ook nadenken, dat heb ik toen geleerd, naar aanleiding van het probleem met de vakbonden.
om te kijken, kan ik wel iets door de keel van haar duwen zonder dat haar leden dat dragen? Nou, en datzelfde deed zij. Dus dat, dan kan het goed gaan, maar het kan ook helemaal misgaan. Ja. In het algemeen is het vermogen tot beminnelijkheid, of misschien wel de wens tot beminnelijkheid, of het vermogen om het te laten zien, is dat meer iets van vrouwen dan van mannen? Ik geloof het niet. Ik gooi het in de groep, hè? Ja, nee, ik wil ergens eerst wel reageren. Ik geloof dat het gewoon hele verstandige mensen zijn die bemiddelijk zijn. Ik vind dat het... Ik ben natuurlijk van huis uit koopman, hè? Ik heb natuurlijk badkuipen verkocht vroeger. Ja. Nou, en geproduceerd trouwens ook. Ja, ik was natuurlijk blij als die klant het kocht. En dat verkocht je altijd met bemiddelijkheid. Een harde prijs, maar... En eigenlijk is politiek ook een vorm van koopmanschap. En zeker wanneer je met vakbonden praat. En uiteindelijk heb ik nog nooit gezien dat hardheid en het niet toe willen geven tot betere resultaten leidt. Zeker niet in dit land. Ik denk zelf wel. Ik bedoel, je hebt zoveel mannen die verschillen en je hebt zoveel vrouwen die verschillen. Dus het is moeilijk om dat zo strak te zeggen. Ja. Maar ik denk wel dat vrouwen moet meer... een beetje generaliseren. Nee, maar ik denk wel dat vrouwen, dat vrouwen meer geneigd zijn om naar een breder belang te kijken. Ja. En ik heb ook in de onderwijswereld en in tal van de zorgwereld bijvoorbeeld wel ook mannelijke bestuurders gezien die veel meer vanuit hun eigen positie en hun instelling denken. En die minder geneigd zijn om zeg maar het geheel. En dat kan gewoon een tafel zijn van bestuurders, maar dat kan ook een sector zijn als geheel of de samenleving als geheel. Om dat thema wat breder te zien. Ik denk dat vrouwen dat wel meer doen. En zich ook meer verplaatsen in anderen. Misschien omdat, wat net ook werd gezegd, van waar is nou het grote verschil? Mannen, vrouwen moet je dus op een andere manier vragen stellen. Hè? Die moet je niet onmiddellijk vragen, wil je CEO worden? Ik denk misschien dat vrouwen wat bescheiden zijn en mannen zichzelf overschatten. En dat vrouwen daardoor ook wel meer geneigd zijn om even buiten zichzelf te plaatsen. Ik vind het echt verbazingwekkend. Ik heb het ook in mijn politieke carrière, maar ook in al tal van overleggen meegemaakt, dat ik mannen gewoon vaak nog steeds iets hoor herhalen wat een vrouw, soms herhaal ik dat zelf. En dat herhalen ze 5 of 10 minuten met een enorm aplomb. Alsof zij het zelf helemaal bedacht hebben. Dat zie ik vrouwen gewoon niet doen. Nee. Ja. Mirjam, hoe was dat bij Baker McKenzie qua beminnelijkheid? Ik denk niet zozeer aan de maatschap. Ik weet niet of ik daar nou zo heel beminnelijk ben geweest. De laatste tijd inderdaad. Ik denk dat dat ook met je... Nee, maar ik bedoel meer, hoe was de sfeer daar? Ik probeer even te onderzoeken of hoe de sfeer is in zo'n bedrijf. Was dat hanig? Was het elkaar vliegen afvangen? Ja, die mannen, dat zijn natuurlijk allemaal haantjes. Een soort apenrots waar je niet zo zit. Generaliseren. De vraag naar mijn bedrijf. dat is wel zo. Maar ik heb eigenlijk de beste tip ooit van mijn vader gekregen. Die zei, als je gaat onderhandelen of als je iets wil van anderen, dus in dit geval... binnen mijn kantoor, dan moet je mensen nooit helemaal in de hoek drijven. Dus geef ze een uitweg. Dus maak ze niet helemaal dood. Dat is eigenlijk precies wat in Marie's boek staat. En dan geef ze een nette way out. En dan doen ze dat de volgende keer bij jou ook niet. Want je komt altijd in een situatie waarin jij weer de zwakkere bent. En dat heb ik ook precies zo ervaren. Ja. Je vertelde net hoe je dat partnerschap afgedwongen hebt. Heb je het als een enorm gevecht ervaren? En is dat nu achter de rug, als je dan partner bent? Of zit je dan nog steeds in een omgeving waarin je het gevoel hebt, ik moet me voortdurend waarmaken? Ja, maar ik denk dat dat ook wel voor mannen geldt, als ik heel eerlijk ben. Als je eenmaal aan de top zit, dan is het niet zo van, nou, daar zit ik even lekker en nu ga ik een beetje relaxen. Ik denk dat het voor mannen ook dat die zich ook waar moeten blijven maken. Ik zie het nu wel veel meer als een spel. En ik denk van, nou, als ik het niet meer leuk vind, dan ga ik wat anders doen. Dus het maakt je wel heel relaxed op een gegeven moment. Hmm. En daardoor waarschijnlijk ook veel sterker. Ja. Maar verandert, ik gooi de vraag gewoon maar in de groep, wie je wil oppakken. Verandert zo'n sfeer binnen het bedrijf als er meer vrouwen komen? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, absoluut. Zeker. In ieder bestuur al, hè? Ja. Niet alleen bedrijven. Ik ben ook president-commissaris van KPMG. Nou, dat is de meest masculine onderneming in dit land, heb ik wel eens tegen de partners gezegd.
accountants zijn masculine. Dus ons percentage van partners is 10%. Misschien 11%. Dat is extreem laag. In de Raad van Bestuur zit niemand. Hoe komt dat? Nou ja, dat is de vraag die je natuurlijk stelt. Kijk, wij zijn een externe raad van commissarissen. Ook een vreemde eend, maar geen dode eend in het spel. Accountants, net zoals advocaten, bepalen als partners onder elkaar wat er gebeurt. Dat is bij accountants hier en daar misgegaan. En toen is een externe raad van commissarissen gekomen. Ik mag daar voorzitter zijn. Wij zijn de eerste externe raad van commissarissen. En als je dan binnenkomt en je kijkt naar zo'n sfeer en zo'n cultuur in zo'n onderneming, wat op zich een fantastische onderneming is, briljante mensen stuk voor stuk, dan zie je, dan vraag je ook af, waarom zijn hier geen vrouwen? Ja, wel in de aanwas. Elk jaar komen er 30-40% vrouwen. Maar dat vroeg jij je wel meteen af? Ja, je daar en toen hebben wij gezegd, jongens, het was de eerste keer, ik was net voorzitter. En toen werden de nieuwe partners geïntroduceerd. Er waren 10 partners, alle 10 man. En die gingen op een bankje zitten, een beetje de foto zoals jij liet zien. En toen hebben wij, en dat vind ik een vorm van quotering die je moet doen. We hebben toen als raad van commissarissen gezegd, dit accepteren wij niet meer. Dus de volgende keer, een jaar later kwam er weer 10, hebben we gewoon geen goedkeuring gegeven aan de benoeming. Dat kun je als raad van commissarissen formeel niet, dat doen partners onder elkaar. Maar als je dan zegt als raad van commissarissen, zeker als je extern benoemd bent, dan zullen wij naar buiten treden, dan doen ze het wel. En nu zijn we zover met de derde lichting dat we gezegd hebben minimaal 30%. Dan krijg je natuurlijk de discussie weer dat ja, die vrouwen zijn er niet zover, want je moet zoveel ervaring hebben en nu gaat u dwingen dat ze sneller gaan. En toch gaat het gebeuren. Maar het is echt interne dwang in de Kamer. Maar dat is een quote. Ja, maar ik ben altijd gezegd, ik ben tegen een politiek quote. Ik ben sterk voor dat bedrijven gewoon zelf hun quotering regelen. En dat de Raad van Commissarissen gewoon zegt tegen de directie, dit hoort bij jouw KPI's. En als je het niet doet, heb je een probleem. Maar interessant vind, want het is wel, kijk, het is een vorm van quotering, maar je kan ook zeggen, het is een vorm van leiderschap. Ja, en je hebt leiderschap nodig. En ik geloof die dat dat dan uiteindelijk, weinig. Ja, die is er nu te weinig. Ja. Maar dat helpt wel enorm. Ook namelijk om niet één vrouw te benoemen. Ja. Want het was Jos Nijhuis, maar verder geen kwaad woord over hem. Maar het was wel een hele rare uitspraak. We hebben al een vrouw, dus we hoeven niet nog een vrouw. Ik heb al een boek. En zo diep zit dat denken dus. Dat mensen dat echt gewoon met het grootste gemak weten te vertellen. Ik denk dat één vrouw, zeker als het gaat in een grote boord, het ook nog heel moeilijk heeft. Ja. En vaak dan ook als token wordt gezien. Dus die gaat eigenlijk ook de mannelijke modellen overnemen. Terwijl ik denk, het gaat niet alleen over diversiteit van gender en leeftijd, et cetera. Nee. Maar je moet dan ook bedenken dat je misschien ook meer diversiteit aan kennis nodig hebt. Want als je steeds maar diezelfde eisen blijft stellen, bijvoorbeeld bij KPMG, maar zie ik ook bij bedrijven. Iemand moet economie gestudeerd hebben. Die moet al 10 jaar ergens CEO geweest zijn. En dan nog een paar commissariaten hebben gehad. Ja, dan zoek je dus ook steeds dezelfde kloon met dezelfde kennis. Ja, maar je dus moet gewoon. Je moet gewoon dwars. Ja, dat is waar. Wij hebben gewoon gezegd, het gebeurt niet. En we zijn nu bezig. Gewoon gezegd, hoe lag dat weer in het bedrijf? Want wij stonden van tevoren even te praten. Ja, en toen zei je ook, het KPMG, dat is de meest, die accounts is de meest masculine bedrijfstak die ik ken. We hadden het erover dat er vermoedelijk niemand in de zaal is die in ieder geval hardop durft te zeggen, vrouwen horen achter het aanrecht. Maar jij komt ze nog wel eens tegen, of niet? Je hebt, als je met partners, de oude generatie partners praat, letterlijk dat woord gebruiken doen ze niet meer. Maar de suggestie in het gesprek is duidelijk waar. Kijk, en dus heb je alleen maar, je kunt het alleen maar oplossen via bijna revolutionair gedrag. Zeker in zo'n maatschap. Want het maatschap is natuurlijk, en dat weet jij natuurlijk ook vanuit advocaten, die benoemen. Het is een cooptatie in de meest ernstige zin van het woord. Die benoemen elkaar en kijken dan ook. En dan denken ze ook nog eens een keer, ik weet niet hoe dat bij jouw maatschap is, maar bij de accountants wordt ook wel gedacht dat mannen wat makkelijker geld verdienen dan vrouwen. Het is een idee dat mannen hogere inkomsten brengen, betere rainmakers zijn. Dus er zitten allerlei aspecten in die ze nooit zeggen, maar die het op neerkomt dat als je niet ingrijpt, dat je dan dus nooit die doelstelling bereikt. Behalve, en dat vind ik echt heel erg boeiend, dat voor het eerst nu bij ons, en dat geldt ook voor PwC, dat geldt alle Big Four, komen nu klanten bij ons die zeggen, wij willen een team hebben,
en ook een partner hebben, ja. Een vrouw. We accepteren dat niet meer. Ja. Laatst heb ik laten berekenen, dat was een behoorlijk bedrag. Dus zoals de consument ook een bedrijf kan bijsturen? Ja, je stemt met de voeten. Je stemt uiteindelijk met de voeten. Kunnen andere stakeholders dat ook? Ja, maar dan nog is het een lang gevecht. Krachtig. En de raad van bestuur is natuurlijk... We hebben vijf mensen in de raad van bestuur. Geen enkele vrouw. Dat is nu een vacature, de voorzitter. En ik... We naderen de eindstreep en we doen er alles aan. En ik hoop dat ik daar binnenkort in de krant een verrassing heb. Okay. Maar ik kan nog geen definitieve berichten geven. Het wordt gestreamd, dus iedereen weet het nu. Ja. Maar Mirjam, dan zie ik toch... je hebt revolutionair leiderschap nodig. Maar dat leiderschap bestaat dus, we hebben net die staatjes gezien... voor het overgrote deel uit mannen. Ja, kunnen we het daar dan bij laten? Nee, zo langzamerhand niet meer. Kijk, want we hebben maar één Bernard Wintjes. Nee, dat is natuurlijk onzin. En dat heel blijkt, want er zit maar 6% vrouwen in raad van bestuur. En in KPMG, daar zit nog helemaal niemand in de raad van bestuur. En bij advocatenkantoren lopen ze enorm op de borst te kloppen als het 18%. Nou, dat is echt halleluja. Dus ik vind zo langzamerhand, laten we maar naar quota gaan. Ja, Jet? Je vindt het een vermoeiende discussie, volgens mij, of niet? Is dat zo? Nee, over quota bedoel je? Ja, kijk, ik heb altijd gezegd dat ik quota een paardenmiddel vind. Is ook zo. Maar als er niks anders, als het niet opschiet, dan kunnen we niet anders. Ik heb zelf wel gezegd, daarom heb ik ook geprobeerd met die database. En we hebben twee ambassadeurs, Leo Houwen en Annemarie Jorritsma. Die gaan overal kijken, waar zitten nou vacatures? Wijzen mensen dan op die databank. Ik heb ook met Hans de Boer een keer de mannen uitgenodigd waar... Lubach zei, dit zijn de mannen die maar geen vrouwen kunnen vinden. Die zijn heel zielig. Want het zijn de bedrijven waar geen vrouwen in de boord zitten. En ook niet bij de commissarissen. Dus weet je, we hebben er alles aan gedaan om daar stappen te zetten. Ja. Maar ik zeg ook maar eerlijk. Ik had niet de verwachting. Eigenlijk had ik wel de zekerheid... dat quota op een meerderheid in de Tweede Kamer zouden kunnen rekenen. Hm. Dus ik wist ook dat ik dan gewoon alles kwijt was. Niet, zowel in politieke zin, als dat ik een heel groot deel van de bedrijven... die nu met mij en Hans de Boer meegingen, kwijt zou raken. Hm. En ik vind dat de monitoringcommissie eerder een goed voorstel heeft gedaan... om in 2019 de balans op te maken. Ja, weet je, we hebben volgens mij tot nu toe alles geprobeerd wat kan. En mijn opvolgster neemt dat volgens mij, voor zover ik kan beoordelen, ook over. Als dat in 2019 niet tot resultaat heeft geleid, zal je een bepaalde stap moeten zetten. En misschien moet je dan niet in één keer tot een quotum van 30% gaan. Maar moet je zeggen, als we niet boven de 20 zitten, of niet boven de 30 zitten, dan beginnen we eens even met een quotum van 20. En dan kan je langzamerhand stappen zetten. Maar werkgevers moeten zich echt bedenken, als het nu niet lukt... Ja. Dan hebben ze het echt, en Hans de Boer heeft dat gelukkig ook gezegd... dan hebben ze het zelf ook op een bepaalde manier aan zichzelf liggen. En nog heel even om het iets scherper te krijgen... moet je het dan ook gaan sanctioneren zoals het Franse voorbeeld dat Marie gaf? Namelijk dat je betalingen gaat stoppen als de quota niet gehaald wordt? Dat voelen ze het wel, ja. Dat is natuurlijk buitengewoon doeltreffend. Ja, maar ook daar gaat het steeds om de vraag... kan je daar dan ook voldoende draagvlak voor krijgen? Want ik zou het wel oprecht heel erg vinden... als de beweging die zich wel heeft ingezet, want ik zie ook heel veel goede voorbeelden. Als je daar veel bedrijven kwijt zou raken door verdergaande maatregelen, die zij ook niet meer delen. Hmm. Ja, maar ik ben veel optimistischer. Ja. Ik ben echt optimistisch. Kijk, meteen krijgen we een enorme war on talent. Dat zie je nu al. Dat gaat heel snel. Er echt gebrek aan mensen, aan talent. En als je op de universiteiten kijkt... En dan mogen vrouwen in de boord. Nee, luister. Als je universiteiten kijkt, doen de vrouwen het beter dan de mannen. Mag wel, hoor. Dat was niet zo beminnend. Nee. Maar wel doeltreffend. Maar ik zeg nog een keer, het aanwas aan talent is 50-50%. En universiteiten zijn zelfs beter nog. Dat punt één. Punt twee, accepteert de maatschappij het niet meer. Wat ik tegen jou zei net, jullie zei... Wij hebben klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... als jullie geen nieuw gemengd team hebben, dan doen we niet meer mee. Want wij hebben inmiddels wel die ontwikkeling meegemaakt. Dus ik ben van overtuigd dat de markt vraagt erom. Het gebrek aan talenten
En talenten hebben we ook in de top nodig. En, bijvoorbeeld in de bouw. De bouw wordt er vaak over gesproken. Ik mag de Taskforce Bouwagenda leiden. Dat is de taskforce die moet zorgen dat dus de bouw voldoet aan Parijs in 2050. We hebben de taskforce samengesteld van 9 experts. Dat waren wel 4 vrouwen en 5 mannen. Uit de bouw. Er zit een hoogleraar, de tophoogleraar bouwkunde in. Er zit een directeur van Siemens in die automatisering in de bouw regelt. Daar zit een installateur in die geleid wordt door een vrouw. Dus het kan echt, het gaat ook naar mijn smaak. En dit soort mensen die nu optreden, dat zijn voorbeelden weer. En dat trekt aan. Maar kijk, ik zou hopen dat ik net zo optimistisch kan zijn als jij bent. Ik ben echt toch wel behoorlijk teleurgesteld van de cijfers die ik afgelopen jaren zag. Nadat ik dacht, weet je, anders dan met de voorzitter van VNO-NCW, betere partner kan ik niet verzinnen om die een actie mee op te zetten. Ja. Want die heeft ook toegang tot al zijn leden. Als hij dat zegt, nou, dan is dat ook weer een voorbeeld. Maar ik ben toch wel behoorlijk teleurgesteld in de resultaten. En ik weet dat jij je best doet. En jij hebt ook goede voorbeelden gegeven. Die prijs ik ook. En ik hoop dat er nog heel veel meer zijn. Maar als je nou naar je medebestuurders kijkt, ben je dan ook nog steeds zo optimistisch? Want die vrouwen op de universiteiten zie ik ook overal rondlopen. En ik zie de vrouwen bij advocatenkantoren en in bedrijven en in de wetenschap en overal. Maar ik zie ook nog steeds die mannen die zeggen, ja, we willen het wel, maar nu even niet. Ja. Of nu past het even niet. Ja, maar of het past toch niet in het team. En daardoor ben ik bang dat het nog veel langer gaat duren dan jij denkt. Ik denk dat we dat over een jaar of twee, 2019 heb jij genoemd. Dat is volgend jaar al. Ja. Ja. Dus dat is al heel snel. Dan moet die wet geëvalueerd worden, ja. Ik ben ervan overtuigd dat de trend. Ik zei niet over niks war on talent. En dat is in alle lagen van de maatschappij. Je ziet een ongelooflijk probleem van bedrijven om mensen te krijgen. En of het nou de technische mensen zijn of dat het de accountants zijn. Er is een enorm gebrek en een gevecht om. En in die sfeer, we hebben natuurlijk een 5 jaar crisis gehad. Dat remt niet dit soort moderniseringen of tijdsaanpassingen of goede besluiten. Dan wordt iedereen wat conservatief. Ik ben ervan overtuigd dat in de komende jaren, als de economie goed draait, zul je een ander beeld krijgen. Maar is het niet een beetje terug? Want eigenlijk zeg je, ze zullen wel vrouwen moeten nemen. Als je het zo zegt, is het erg negatief. Ja, maar je zegt vanuit wat ik zeg, is precies hetzelfde als je met de voeten stemt. Het is zo, als de maatschappij erom vraagt, als dan bedrijf iets moet doen, is altijd zijn antenne houden bij de maatschappij. Dus ik zeg, als vanuit de maatschappij het onvermijdelijk wordt, onvermijdelijk, dat is een volkomen verkeerd woord, maar voor sommigen is het onvermijdelijk. Anderen is het alleen maar gewenst. Dat het percentage vrouwen in de top gaat stijgen, dan gaat het ook gebeuren. Maar dat maakt toch wel uit of een bedrijf gestimuleerd wordt door de economische noodzaak om iedereen te zoeken, man, vrouw, en als ze bij mannen niet vinden, te zeggen zoek verder. Of dat een bedrijf zegt, bijvoorbeeld tegen een searchbureau, ik wil gewoon diversiteit in mijn team. Dus zoek net zo lang tot jullie een goede vrouw gevonden hebben. Ja. En naar mijn idee gebeurt het nog veel te vaak dat er overal lijstjes toch in eerste instantie met mannen komen. Maar als je nou, dat is dus wat anders dan zeggen, ik heb een economisch probleem. Als je in een ander team. Advocatenkantoor ziet, jullie zijn partners. Kijk, wij zijn een soort organisatie van buiten ingehaald is bij KPMG door de wet, omdat de wetgever heeft geëist dat er een onafhankelijke raad van commissaris wordt. Maar jullie zijn partners. Waarom maken jullie geen afspraken onder elkaar? Dat heb ik ook tegen KPMG gezegd. Omdat er veel meer mannen zijn. Ja, maar en dan die kun je denken, toch keihard af. Zouden we ons macht opgeven? Is het zo erg binnen zo'n maatstaf? Nou, ik denk dat het overal in Nederland zo erg is. Want anders zou die 6% veel groter zijn. Hebben jullie geen raad van bestuur? Of een raad van commissaris? Ja, we hebben een raad van bestuur. Dat staat overwegend mannen in. Maar dat maakt het dus ingewikkeld. Dat is het hele punt. Daardoor moeten we eerst meer. Dus daarom vervelende mannen. Ik vind mannen best aardig, hoor. Ja. Ik heb 2 zoons en een hele leuke man. Maar het is toch zo. Ik zou het zelf ook denken. Als wij met allemaal leuke vrouwen zitten, waarom zouden we daar mannen? Maar laten we dan wel optimistisch zijn over het feit dat er steeds meer vrouwen in de Raad van Commissarissen komen. Ik vond wel, zeg maar, de CEO-positie was heel teleurstellend. Waarbij de Raad van Commissarissen gaat het wel een stuk beter. Misschien zou de advocatenkantoor ook een raad van commissarissen moeten hebben. Hebben we ook, hoor. Hebben jullie een raad van commissarissen? Ik wil heel even. Hoe is die samengesteld?
Oh, er zitten ook veel vrouwen in. Oh, nou. Kijk, dat schiet al op. Ik wil heel even kijken of er in de zaal hele prangende vragen zijn. We zijn behoorlijk uitgelopen. We hadden eigenlijk al een kwartier geleden klaar moeten zijn. Maar dat doet er allemaal niet toe. Zijn er mensen in de zaal die heel erg graag zich even ergens mee willen bemoeien? Het hoeft niet hoor, maar het mag wel. Valt mee, hè? Ja. Oh. Ik ben misschien een vreemde eend in de bijt, want ik ben medisch specialist. Maar zelfs in de geneeskunde lijkt het heel makkelijk, omdat het aantal studenten, vrouwelijke studenten, is 80%. En dan zou je denken dat de geneeskunde geleid wordt door vrouwen. Nou, dat valt vies tegen. Ik werk in een ziekenhuis, ik zal de naam niet noemen, waar in de vakgroep chirurgie geen enkele vrouwelijke maatschappelijk lid is. En dan zou je zeggen van, hoe kan dat nou? En wat Mirjam Blikourek zegt, het wordt bepaald door de mannen die in die maatschap zitten. En ik denk dat er misschien toch van bovenaf wat maatregelen genomen moeten worden door een raad van bestuur of door een raad van toezicht. Om te zeggen, is het niet een beetje vreemd dat jullie in zo'n grote maatschap geen enkele vrouw hebben? En verzet u zich er zelf tegen? Nou, ik zit niet in die maatschap, ik zit in een andere maatschap. En daar zitten heel veel vrouwen in? Ik zit in een hele bijzondere maatschap. Van de 11 maatschapsleden zijn 5 homoseksueel. Maar die zijn geen vrouw. Dat zijn geen vrouw. Dat kunnen vrouwen zijn, maar het hoeft niet. Nee. Dat is een vraag. Ik weet niet hoe dat in het bedrijfsleven zit, maar er zijn ook homoseksuele of vrouwen. Dus nee, dat zei ik. Het kunnen vrouwen zijn, maar het hoeft niet. Maar... Goed, dat was niet helemaal een vraag. Er was er helemaal achterin ook. Maar ik denk wel, is dat eigenlijk elke vorm van cooptatie vind ik überhaupt niet meer van deze tijd. En jij zei dat volgens mij net ook al. Ja. Dus daar moet iets aan gedaan. Je hebt externe druk en leiderschap nodig. En dat is logisch dat dat een bestuur van Raad van Toezicht zou zijn. En als het dat niet is, kan dat ook de overheid zijn. Dat geeft maar weer aan dat artsen altijd zo'n goede visie hebben. Daarom ben ik ook met een arts getrouwd. Kijk. Daar was een vraag. Ja, hoi. Hey Marie. Hoi. Ik heb een vraag eigenlijk, want als ik het goed begrijp is een dode eend dus eigenlijk een situatie waarin je beter je beminnelijke doelgerichtheid kan gebruiken dan alleen doelgericht te werk gaan. Maar is dat begrip niet veel breder dan dat het alleen betrekking heeft tot diversiteit in het bedrijfsleven? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, Marie. Heel graag. Het is jouw avond. Nee, dat is echt wel een hele belangrijke vraag. Want en als jullie hebben gezien, heeft Chris ook geprobeerd om te zeggen van ook hier, van we gaan eerst echt hebben over beminnelijke doeltreffendheid. Want dat geldt voor heel veel situaties in de bedrijfscultuur. En dat heeft helemaal, dan is diversiteit een onderdeeltje daarvan. Maar dan gaat het veel meer ook om openheid, transparantie, integriteit, onafhankelijkheid, toon uit de top. Dus dan gaat het gewoon om hoe ga je met elkaar om. En dan heeft het dus diversiteit, waar we eigenlijk het meeste over hebben gehad, was eigenlijk een klein slotstuk van deze avond. Maar je ziet, het houdt de gemoederen echt bezig. Maar mijn boek gaat eigenlijk in essentie over beminnelijke doeltreffendheid. En ik heb er inderdaad vanwege de zorg die de huidige minister van OCMW, Ingrid van Engelshoven, heeft uitgesproken, omdat het echt te langzaam gaat, heb ik hoofdstuk van de Pink Elephant in the Room aan vastgeschreven. Dus dat was namelijk, dat hoofdstuk wilde ik eigenlijk niet in het boek hebben, omdat ik eigenlijk ook vind dat we op een beminnelijke manier samen aan de top moeten. Want deze avond heet dus ook niet vrouwen aan de top, maar heet samen naar de top. Het gaat om de verbinding tussen mannen en vrouwen, namelijk dat ook mannen eigenlijk meer one of the girls worden en dat we gewoon echt gaan doen. Oké. Ja, eigenlijk zijn dat de beste laatste woorden die je kan bedenken. Maar ik wou toch tot slot om iedereen hier in de zaal met een positief handelingsperspectief, beminnelijk of niet, dat maakt mij nu op even niet zoveel uit, naar huis te sturen, even de kans geven. Mirjam, wat moet iedereen
als handelingsperspectief meenemen van deze avond? Nou, ik heb eigenlijk een oproep aan alle vrouwen in de zaal. En op 4 juni komt daar ook een bijeenkomst waarop ik vrouwen ga oproepen om dat te doen. Maar nu we toch zo bij elkaar zijn, vroeg Marie mij dat om dan vanavond al te doen. Dus vandaar dat ik... Kijk, zie je, iedereen luistert gewoon naar Marie. Ik ook. om... Alle vrouwen die in de zaal zijn, al doe je het met elkaar, al doe je het alleen. Koop een aandeel in een bedrijf. Ga naar de aandeelhoudersvergadering. En vraag waarom ze niet in hun jaarverslag hebben uitgelegd waarom er geen vrouw in de raad van bestuur zit. Dat is op een hele beminnelijke en ik denk ook een doeltreffende manier waarop we kunnen voorkomen dat we naar die quota toe moeten. Heel goed. Jet? Ik vind Mirjam's voorstel fantastisch, want een van mijn grootste ergernissen afgelopen jaren als minister was dat bedrijven zich op dit punt blijkbaar niet aan de wet gebonden voelen. En ik eerlijk gezegd vrees dat de brieven die Hans de Boer en ik vaak samen naar bedrijven hebben gestuurd nog niet eens de boardroom bereikt hebben, omdat ze al ergens eerder gewoon geselecteerd zijn als niet belangrijk. Dat vond ik zelf eigenlijk best wel schokkend dat gebeurde. Misschien werkt het in de postkamer ook alleen maar mannen. Ja, ja, nee, maar ja, wie weet. Maar dit was ook nog een brief van een man en een vrouw. En ik dacht qua positie niet de minste. Dus dit lijkt me heel goed. Ik zou iedereen op willen roepen om inderdaad te werken aan dat Great Girls Network. Dus ook de vrouwen die al een belangrijke positie hebben, zorg dat die vrouwen die je in je omgeving ziet, in je bedrijf of op de universiteit of waar dan ook, dat je hun ook vraagt, goh, ben jij al toe aan de volgende stap en kan ik iets voor je doen? Want ik geloof er ontzettend in dat we zien dat mannen zichzelf vaak overschatten en vrouwen zichzelf vaak onderschatten. Dat even zo'n duwtje in de goede richting, even de vraag stellen of even zeggen, ik denk dat jij het kan. Dat enorm kan helpen. En inderdaad, net als Marie van mij, mogen mannen die hier aan mee willen werken, dus ook in dat Great Girls Network. Bernard, jij gokt op de markt en de klant natuurlijk. Wat moet ik hier nou nog aan toevoegen eigenlijk? Ik kan alleen maar zeggen dat ik het echt mee eens ben, maar toch even nog één opmerking. Ik denk dat er, en dat blijf ik herhalen, dat er zoveel kracht zit in jullie en in de vrouwen en in de bedrijven, dat als je misschien zelf je beetje meer naar voren schuift. Ik zal nooit vergeten, jaren geleden had ik een afspraak met Mark Rutte, was hij nog leider, dus de fractieleider van de VVD. Ik kwam met hem binnen en zei, ik heb een hele dag achter de rug met alleen maar interviews. Interviews over voor Kamerleden, vrouwelijke en mannelijke Kamerleden in de komende fractie. En hij zegt, het interessante, ook het ergernis is eigenlijk dat ik met mannen alleen maar een uur aan het praten ben om te vertellen dat ze ongeschikt zijn. En bij vrouwen, terwijl het hele echt niet goed functionerende Kamerleden zijn. En bij vrouwen die fantastisch zijn, ook een uur moet praten om ze te overtuigen dat ze wel goed zijn. En daar ligt de kern. Als wij met in onze Raad van Commissarissen praten met de partners. En je zegt, er moeten toch 30-40% van de benoemingen van het komend jaar moeten vrouwen kunnen zijn. En je praat met die vrouwen, zeggen die vrouwen, misschien ben ik er nog niet aan toe. Mm-hmm. Terwijl de man die ernaast zit en misschien er lang niet aan toe is, zegt, ik doe het. Dus dat meer jezelf naar voren schuiven, is toch iets wat wij moeten doen, vind ik, als Raad van Commissarissen, om het in de gaten te houden, maar ook jullie zelf kunnen doen. Dames en heren, Jet Bussemaker, Mirjam Blecour en Bernard Wintjes. Marie, wil jij de avond nog afsluiten? Ja. Nee, alleen, jawel. Ja, doe maar. Ja. Nou, alleen maar om te zeggen hoe ongelooflijk, Chris, hoe ongelooflijk goed jij deze avond hebt geleid. Dus een heel hartelijk applaus voor Chris Keijn. Nog een applaus ook voor Gijs Asman. Misschien kan hij even staan. Hij heeft, dat was ik vergeten. Zo hij ik heeft gedaan, deze dode eend, had hij al gemaakt, keramisch. Heet Vanitas. En zal mij begeleiden waar ik ook ben om over mijn boek te praten. Dus hij heeft een soort reiskoffertje gemaakt. En ik ben zo blij dat deze fantastische dode eend hier staat. Dankjewel, Gijs.
En het laatste wil ik eigenlijk maar tot jullie richten. Ongelooflijk fijn dat jullie er zijn. Ook, het lijkt bijna alsof we in de kerk zijn, want ik weet dat er luisteraars zijn. Ook fijn dat jullie luisteren. Misschien zijn het er één, misschien zijn het er twee. Maar wie het ook is, ik ben ongelooflijk blij dat jullie hier betrokken hierbij voelen. Niet alleen hier, maar ook bij de balie. Daar zit op de trap, omdat er geen stoel meer vrij is, Sophie. En Sophie heeft hier vanuit de balie met ons het hele programma samengesteld. Fantastisch, dank je wel. De rest van de mensen die ik heb bedankt, heb ik in het dankwoord van mijn boek staan. Maar dus dat heeft niemand verstaan, Marie. Dus dat ga ik niet doen. Ik wil aan jullie nog zeggen dat er echt voor jullie ook een boek hier ligt. Business Contact wil natuurlijk ook heel graag boeken verkopen. Maar ik heb in ieder geval gezorgd dat er in ieder geval voor jullie ook een boek klaar ligt. Mocht dat niet op naam zijn, dan ben ik bereid om die te tekenen. Maar voor de meesten ligt die op naam er, zodat ik ook nog een speciaal biertje hier kan drinken. Dus ik nodig jullie allemaal uit om boven, daar zijn ook de boeken. En een biertje en een bitterbal te doen. En ik dank jullie wel voor jullie komst.